geachte aanwezigen, van harte welkom op de raadscommissievergadering van 13 november. Van harte welkom college, raadscommissie, u op de tribune, op de pestribune en alle kijkers thuis. Van harte welkom. We hebben een uitgebreide agenda, dus ik wil proberen efficiënt te vergaderen. En ik wil u vragen om kort en bondig uw inbreng te geven. We hebben een aantal afmeldingen van afwezigheid. Meneer Wildfank en meneer Broeren zal hem vervangen. Meneer Veldhuis van de VVD is afwezig. Meneer Warmelink vervangt. Meneer Rooijakkers van D66 is afwezig. En daarvoor is meneer Schrijver aanwezig. En meneer Massier zal later aanschuiven. Meneer Van Leeuwen zal ook later aanschuiven. En voor de rest zie ik dat meneer Raamaker afwezig is en komt ook niet. Dank u wel voor de aanvulling. En daarmee heb ik de opening gehad. En gaan sprekerrecht burgers. En we hebben 4 aanmeldingen ontvangen. En er zijn 3 burgers die willen inspreken over de stedenbouwkundige invulling van locatie Pniel. En dat is agenda punt, moet ik even kijken, 6 denk ik. Agenda punt 6 en over de garantstelling Dalsen stroomt heeft ook een burger zich namens Groen Gebogen gemeld. Ik wil meneer Boyten uitnodigen om over de stedenbouwkundige invulling locatie Pniel in te spreken. Wilt u nadat u uw zegje heeft gedaan nog even blijven staan? Dank u wel. Dank je wel. Ik ben Mark Boyten. Ik spreek in over de Pniel-locatie en ik doe dat mede namens onze overburen, de familie Vos en onze achterbuurvrouw Wennemars. Buurvrouw Wennemars en wij zijn direct aanwonenden van de Pniel-locatie. Ik ga er geen doekjes om winden. Het is fijn dat er na zoveel jaren concrete plannen zijn voor de herinrichting van de Pniel-locatie, maar we vinden het geplande gebouw op deze plek te hoog. Maar ik wil het vooral hebben over de wijze waarop wij als omwonenden betrokken zijn geweest in de aanloop naar wat er nu ligt. Op pagina 21 en 22 van het visiedocument van Robeek Advies, dat u ook heeft, staat: door alle partijen vanaf het begin te betrekken bij het proces, kan de gemeenteraad een betere afweging maken bij het nemen van een besluit. De woningstichting overlegt met de belanghebbenden, zoals de omwonenden over de plannen. Daarbij wordt geprobeerd een haalbaar plan te ontwikkelen. Ik kan u vertellen, de ruimte die wij tot nu toe als omwonenden hebben ervaren is nihil geweest. Er is een informatieavond geweest in juli, waar het plan dat nu voor ligt werd gepresenteerd. Daarna is de projectleider van Vechthorst bij ons langs geweest. En we hebben toen nog eens kenbaar gemaakt dat we het gebouw te hoog vinden. Maar dat punt voelt een beetje als een no-go area. Dit ontwerp is naar vele voorgaande ontwerpen gekozen. En als daar weer een bouwlaag vanaf moet, komt de exploitatie in het geding. Zo is ons te verstaan gegeven. Dat lees ik ook nog eens terug in het raadscommissievoorstel dat u van het college heeft ontvangen. Daar staat in: als u van mening bent dat het plan niet acceptabel is, moet van vooraf aan worden begonnen met het ontwerpen. En iets verder staat: als het nu voorliggende plan moet worden aangepast, is het de vraag of het economisch uitvoerbaar is. Er nu nog iets van vinden, voelt bij ons als spelbreken. In alles wat ik heb gelezen wordt toegeredeneerd naar het plan dat er nu ligt. Het voelt een beetje als een fuik waar je langzaam verder inzwemt en op het laatst geen kant meer op kunt. Al in april 2016 stond er een schetsontwerp voor de Pniel-locatie in het magazine van Dalfsen net. Omdat we daar als omwonenden toen al van schrokken, heb ik meteen met de gemeente en met Vechthorst contact gezocht. De gemeente stuurde me naar Vechthorst en bij Vechthorst werd me verteld dat het plaatje eigenlijk niet in Dalfsen net had moeten staan. We hadden het nog niet moeten zien. Ik heb toen ook gevraagd om een gesprek met omwonenden. Eerst moesten er nog allerlei andere verstandige mensen iets van vinden en van een gesprek is het niet meer gekomen. Ik lees in het visiedocument ook dat er volgens de gemeentelijke notitie inbreidingslocaties eigenlijk 2 alternatieve stedenbouwkundige visies moeten worden uitgewerkt. Mooi, dacht ik nog. Inbreiding kun je immers niet zorgvuldig genoeg aanpakken en dan is er tenminste iets te kiezen. Maar, zo lees ik verder, dat lijkt in dit geval niet meer noodzakelijk omdat voorliggend ontwerp van het pand al aan alle kanten is overlegd met de gemeente en het nu voorliggende ontwerp het definitieve ontwerp is dat de instemming kan verdragen vanuit de welstand.
En waar zijn wij dan in dat hele traject? Volgens de woonvisie 2016-2020 wil de gemeente jaarlijks 50 zogenaamde nul-tredenwoningen realiseren. Ik heb geen plan kunnen vinden hoe de gemeente die doelstelling wil bereiken. Ik kan als burger daarom niet goed beoordelen hoe ver het daarmee staat en welke bijdrage de PNIA-locatie aan die doelstelling moet leveren. In de zogenaamde ladder voor duurzame verstedelijking, waar ook het visiedocument over schrijft, is planvorming van belang voor de afweging welke ruimtebehoefte, wanneer en op welke plek moet worden gerealiseerd. Het plan voor 21 woningen op deze plek lijkt op zich te staan en argumenten als exploitatie en financiële haalbaarheid voeren de boventoon. Als vervolgens tegen ons wordt gezegd dat het plan in gevaar komt als we daar iets van vinden, voelt dat niet goed. Wij vragen ons af hoe ver we de fuik inmiddels zijn ingezwommen en hoeveel ruimte er nog is om er echt iets van te vinden, in plaats van alleen maar aan het eind van het traject geconfronteerd te worden met de uitkomst van een jarenlang voortraject. Dank u wel. Dank u wel, meneer Buiten, voor uw inbreng. En er zijn een aantal vragen gesteld. Misschien in het algemeen. Ik wil u in de gelegenheid stellen om eventuele vragen aan meneer Buiten te stellen. Meneer Broer, Partij van Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Wat ik even net niet terughaal in het verhaal, we hebben bij onze stukken ook een verslag zitten van een bewonersavond. Was u daarbij? En zo ja, kunt u mij kort schetsen hoe u die ervaren heeft? Ik ben op de valreep binnenkomen denderen omdat ik heel laat was. Dus ik heb daar heel kort kennis kunnen nemen van de plannen die er waren. Ik heb het voortraject op die avond niet mee kunnen maken. Dus ik kan er geen oordeel vellen over hoe die avond verder heeft uitgezien. Dus ik ben daar ter plekke geïnformeerd en heb daar ook een afspraak gemaakt met Vechthorst om te praten, in dat geval over de erfafscheiding, omdat we het al heel snel over privacy met elkaar kregen. Dank u wel voor de beantwoording. Meneer Jutten, gemeente Belangen. Dank u wel, voorzitter. Heeft u de mogelijkheid gehad om met de initiatiefnemer wensen op te geven om uw privacy een beetje te waarborgen? Heeft u daarover gehad? Maar we zien namelijk in stukken dat er nog gesprekken zouden volgen, extra, met drie omwonenden. We hebben 2 maanden geleden gesproken met Vechthorst. En toen hebben we samen gekeken naar de mogelijkheid om op de erfafscheiding iets te realiseren waardoor onze privacy beter gewaarborgd zou worden en de inkijk zou afnemen. Uitgaand van het feit dat er een gebouw met 3 woonlagen zou komen. Daar zouden we reactie op krijgen. Dat hebben we vooralsnog niet gehad. En ik begreep afgelopen vrijdag dat dinsdag de directeur-bestuurder van Vechthorst bij ons op de koffie komt. Om over de bestemming van de locatie te komen praten. Dus we wachten eigenlijk nog op uitslag over het verzoek om op de erfafscheiding iets passend te realiseren. En als dat naar u tevreden is, dan vindt u dan acceptabel plan? Nee, dat zijn voor mij 2 gescheiden dingen. De erfafscheiding staat voor mij, in die zin, we willen graag dat zo is dat als het gebouw zo blijft, dat er op de erfscheiding iets gebeurt waardoor die privacy geborgd wordt. Dat wil nog niet zeggen dat ik ook daarna nog iets van het gebouw mag vinden op het moment dat de vergunning daarvoor ter inzage ligt. Dus dat zijn voor mij 2 gescheiden dingen. Dank u wel. Zijn er nog meer vragen? Meneer Warmelink, VVD. Dank u wel. U geeft aan dat het gebouw te hoog is. Kunt u mij aangeven wat voor hinder u daarvan ondervindt, van het te hoge gebouw? De zijde van onze tuin zitten ramen in zowel de keuken als in de woonkamer van het gebouw. En hebben mensen gelegenheid om bij ons naar binnen te kijken, althans in onze tuin. Dat is aan de westzijde van het gebouw. En in het ontwerp is daar een glazen pui ingetekend in het midden van het pand, van de vloer tot aan de nok. Om licht op de galerijen te geven. En die pui die geeft over de hele hoogte van het gebouw vanaf de galerijen ook inkijk. En bovendien maken we ons een beetje zorgen over het spiegeleffect op het moment dat 's middags de zon aan die kant staat. En we last hebben van lichtweerkaatsing. Dank u wel, meneer Warmelink. En meneer Buiten, hartelijk dank voor uw inbreng. De commissie zal uw inbreng meenemen bij de overwegingen die we vanavond moeten maken. Mag ik uitnodigen mevrouw Van der Meer? Voor u geldt ook 5 minuten.
En wilt u na afloop nog even blijven staan om eventuele vragen te beantwoorden? Dank u wel. Goedenavond, mijn naam is Feike van der Meer, Ruitenborgstraat 5. Het betreft de nieuwbouw, pal tegenover mijn woning. U zult begrijpen dat ik daar totaal niet gelukkig mee ben. Ik woon hier al 50 jaar en ik heb nog nooit overburen gehad. Ze kijken mij, als de bouw klaar is, mij het eten van mijn bord. Mijn privacy wordt behoorlijk aangetast. Ik pleit dus per direct dat de bovenste verdieping eraf gaat. En zeg nu zelf, dit is toch ook geen gebouw wat in onze straat past? Het Olde Dalsen, zoals ze hier zeggen, het is de oudste straat in ons dorp, met allemaal laagbouw. En dit is een aanfluiting. Is er ook nagedacht over de waardevermindering van mijn woning wanneer ik dit huis wil verkopen? Het gebouw is mooi, maar niet op deze plek. Graag de bovenste verdieping eraf. Het is veel te hoog. Het past niet. Een heel helder betoog, mevrouw van der Meer. Zijn er raadscommissieleden die u nog een vraag willen stellen? Ik denk dat uw oproep duidelijk is binnengekomen bij de raadscommissie. Dank u wel. U mag plaatsnemen. En dan wil ik meneer Brinksma uitnodigen. En mevrouw Brinksma. Dank u wel. Goedenavond, wij zijn Albert-Jan en Marleen Brinksma en we zijn in 2016 met ons gezin komen wonen aan de Ruitenborgstraat 4, direct grenzend aan de Piniel-locatie. De karakteristieke kenmerken van de bestaande woningen sprak ons erg aan. In de straat zijn er in de loop der jaren ook al heel wat woningen opgeknapt met oog voor en behoud van cultuurhistorische waarden. Hierdoor krijgt de Ruitenborgstraat steeds meer uitstraling en allure en draagt het meer en meer bij aan het mooie, authentieke centrum van Dalsen. Ook onze woning, daterend uit 1850, beschikt in onze ogen de potentie om weer tot de verbeelding te doen spreken. We zijn hier op dit moment erg druk mee. Op het moment van aankoop van onze woning in 2016 waren we op de hoogte dat er in de toekomst op de naastgelegen Piniel-locatie nieuwbouw zou komen. We hebben daarom ook destijds contact gelegd met Vechthorst. Zij gaven aan dat er nog geen informatie was over de plannen. Eind februari van dit jaar kregen we te horen dat er eerst een ontwerp zou worden opgesteld door een architect en dat tijdens een informatiebijeenkomst de omwonenden geïnformeerd zouden worden over de plannen. We hadden graag gezien dat we onze meningen en ideeën hadden kunnen aangeven alvorens er gestart zou worden met het ontwerp. Helaas was dit niet het geval. We waren dan ook erg benieuwd naar de informatiebijeenkomst op 11 juli. Hier werden we echter onaangenaam verrast door het huidige ontwerp. Het appartementencomplex wordt ten opzichte van de bestaande bouw behoorlijk groter en wordt ook nog eens een heel stuk naar voren geschoven. Het voorste gedeelte van het appartementencomplex komt te staan op een deel van het perceel waar eerder geen bebouwing heeft bestaan. Dit geeft ons een erg benauwend gevoel. Met het anders intekenen van de locatie qua ligging en hoogte van het nieuwe gebouw wordt onze privacy ernstig aangetast. In de stukken wordt genoemd dat er rekening gehouden wordt met de privacy, daaronder wel te verstaan de inkijk in de tuinen en woningen, door de raampartijen aan de voor- en achterzijde van het gebouw te situeren. In het ontwerp zijn er echter, zonder de benedenverdieping mee te rekenen, 7 ramen die volledig zicht geven in onze tuin, keuken en woonkamer. 7 ramen. Daarnaast is er aan de zijkant van het complex een grote glazen galerij gesitueerd van circa 8 meter hoog die als een toegang voor de bewoners en bezoekers zal dienen. De galerij is pal achter onze tuin gepland. Dat hier sprake is van volledige verstoring van onze privacy heeft denk ik geen verdere toelichting nodig. Ook wordt door de hoogte van het gebouw de ochtendzon in onze tuin en daarmee het daglicht in de keuken ernstig verminderd. Daarnaast zullen ook de bestaande zichtlijnen vanuit onze tuin richting het centrum smaller worden. Dus minder zicht en minder licht. Het gebouw past door zijn kolossale omvang van 11,5 meter hoog en circa 30 meter breed niet in het bestaande straatbeeld. Deze bestaat namelijk uit laagbouw, waardoor de bestaande huizen in het niet zullen vallen. Vreemd vinden we het ook dat er in de krant gesuggereerd wordt dat het ongenoegen van de omwonenden wat betreft de 3 woonlagen min of meer opgelost is doordat er volgens de gemeente rekening is gehouden met de privacy van de omwonenden. Kort samenvattend, 1. We hadden graag meerdere schetsontwerpen gezien.
2. We hadden graag meegedacht over of onze wensen willen uitspreken aangaande het schetsontwerp. 3. Het huidige ontwerp is te kolossaal en komt te ver naar voren ten opzichte van de huidige bouw. 4. Onze privacy wordt ernstig aangetast door de inkijk vanuit 7 ramen en een metershoge galerij. 5. Ons woongenoot wordt aangetast door vermindering van zon en daglicht. 6. Het bestaande zicht vanuit onze tuin richting het centrum wordt verminderd. 7. Het bestaande straatbeeld met laagbouw wordt aangetast. De ruimtelijke inpasbaarheid van het gebouw laat wensen over. 8. Bij dit ontwerp is op geen enkele manier rekening gehouden met Ruiterborststraat 4. Naast onze eigen inbreng sluiten we ons volledig aan bij de argumenten van onze buurtgenoten. Tot slot willen wij u graag laten weten dat wij ons verbonden voelen met de toekomstvisie van de gemeente Dalfsen, bij uitstek Dalfsen. Wij voelen onze verantwoordelijkheid voor onze medemens en onze omgeving. Een plek waar bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de gemeente samen de schouders eronder zetten. Met dit als uitgangspositie moet er volgens ons een passende oplossing voor de Pinial-locatie te vinden zijn. Wij willen u bij deze van harte uitnodigen om een keer bij ons een kijkje te komen nemen naar de situatie. Bedankt voor uw aandacht. Dank u wel, meneer Brinksma. Zijn er voor meneer en mevrouw Brinksma nog vragen vanuit de raadscommissie? Meneer Jutten. Ja, ik kan u wel dezelfde vraag van stellen. Is er een mogelijkheid dat u uw wensen zodanig kunt inrichten en kunt zien of gehonoreerd zien dat u het plan wel kunt accepteren? Het bestaande plan zoals het nu geschetst is, niet. We hebben in ieder geval ook contact gehad met Vechthorst. Ze zijn ook bij ons langs geweest en we hebben besproken wat we ervan vonden. En ze hebben wel het een en ander opgeschreven. Ze gaan er wel over nadenken, maar de wensen die wij hadden waren wel te veel. Maar we zijn benieuwd wat eruit gaat komen. Ook dinsdag komt de directeur bij ons. Maar 3 hoog gaat het sowieso worden. Wij horen graag wat de uitkomst gaat worden van die gesprekken. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten. Dank u wel, meneer en mevrouw Brinksma, voor uw oproep en duidelijke punten. Mag ik meneer Brakkeje uitnodigen namens GroenGebogen over agendapunt garantstelling Dalfsen stroomt? Ja, dank u, voorzitter. Wij waren de afgelopen maanden kritisch over het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid. En wethouder Agricola sprak toen over wrijving die glans geeft. En zie daar, de afgelopen 2 weken wonnen wij een paar glansrijke prijzen. Namelijk de prijs van de provincie Overijssel voor ons plan om bewoners te helpen bij het verwijderen van kleine asbestdaken. En wij ontvingen daar ook de felicitaties voor van BMW, daarvoor dank. En wij wonnen afgelopen week de Energy Pitch Overijssel met ons plan voor een waterkrachtcentrale in de Vecht. En omdat u mede stond aan de wieg van GroenGebogen, straalt er ook wat van die glans op u af. Zo nestelen wij ons gezamenlijk in de kopgroep, denken wij. Voor u ligt in deze vergadering nu ons verzoek om een gemeentegarantie bij de aanleg van een zonnedak. En de externe financiering door de Triodosbank, geborgd door een gemeentegarantie, maakt het voor heel veel bewoners in Dalfsen betaalbaar om mee te doen in dit project om Dalfsen energie neutraal te maken. En wij vragen dan ook uw instemming met dit voorstel en we vragen u tevens ambassadeur te worden van dit project. Als wij straks van start gaan, hebben wij een groot aantal huishoudens die we willen interesseren voor dit project. En u kunt deelnemen om die huishoudens geïnteresseerd te maken. Ook in deze zijn wij in Dalfsen koploper. Nog niet eerder is een postcode roos extern gefinancierd. En we hopen dat wij helder zijn geweest in onze aanvraag. En mochten daar vragen over zijn, dan beantwoord ik die nu graag bij deze. Dank u wel. Dank u wel, meneer Brakke. Als er nog vragen zijn, rechtstreeks. U kunt ze nu stellen. Meneer Hof. Voorzitter, dank u wel. Eigenlijk heb ik geen vragen, maar ik vond de stukken erg goed, dus daar wil ik vast complimenten voor geven. En als u een ambassadeur zoekt, dan ik zal zeker een positief woordje voor dit project uitstralen. Dank u. Dank u wel, meneer Hof. En dan wil ik u feliciteren met een mooie prijzen. Ja, dank u wel. Vanaf deze zijde. Geen verdere vragen meer. En daarmee heb ik agenda punt 2, het spreekrecht van de burgers, kan ik vervolgen met agenda punt 3. En dat is vaststelling van de agenda. En
Er is een verzoek binnengekomen van het college. Meneer Noot heeft gevraagd om de onderwerpen van meneer Agricola als eerste te behandelen en dan de voorstellen van meneer Van Leeuwen. En dat zou betekenen dat agenda punt 4, garantstelling Dalsen-Stroomt, wordt verplaatst later op de agenda na agenda punt 8, gemeentelijk rioleringsplan. Kan dat uw instemming krijgen? Fijn, dank u wel. Dan is hiermee de agenda gewijzigd, vastgesteld met agenda punt 8a, laat ik het dan maar even noemen. Garantstelling Dalsen-Stroomt. En dan wil ik meneer Braquet onze excuses aanbieden voor deze verplaatsing. Fijn, dank u wel voor uw begrip. Dan wil ik agenda punt 5. Meneer Massier is ondertussen aangekomen, van harte welkom. Dan ga ik over naar agenda punt 5. De stedenbouwkundige invulling appartementen van het voormalige postkantoor Bloemendaalstraat. Meneer Agricola is de behandelend portefeuillehouder. Met agenda's wordt voorbereidend en informerend, voorbereidend besluitvormend behandeld. En dat betekent dus eerst vragen en dan de behandeling van uw opinie. De initiatiefnemers vragen uw medewerking voor het mogen realiseren van 10 appartementen op het perceel van het voormalig postkantoor Bloemendaalstraat 16 in Dalsen. Het plan wordt gerealiseerd op een inbreidingslocatie. Er is sprake van een ruimtelijk knelpunt en daarom moet er een stedenbouwkundige visie worden opgesteld. Na de stedenbouwkundige visie wordt een procedure projectafwijkingsbesluit gevolgd en dan wordt de raad gevraagd om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. En die wordt definitief als er geen zienswijzen worden ingediend. Zoals gezegd, behandeling in 2 ronden. Ik wil graag uw vragen inventariseren en daarna probeer ik na uw opinie samen te vatten. Wie kan ik het woord geven voor de vragenronde? Meneer Kouwen, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Tweetal vragen aan onze kant. Allereerst zien we dat bij dit onderwerp wel een lijst met akkoordverklaringen uit de buurt zit. Kan de wethouder aangeven in hoeverre de bezwaren van een woner hier met het aangepaste ontwerp zijn weggenomen? En tweede vraag, we lezen dat het plan voorgelegd is aan de woonstichting. Hebben ze ook een reactie gegeven? En anderszins, hoe schat het college zelf de eventuele negatieve gevolgen voor de woonstichting in? Tot zover. Dank u wel, meneer Kouwen, voor de vragen. Meneer Warmelink, uw vragen. Dank u wel, voorzitter. We hebben 1 vraag. We vragen of alle appartementen beneden de sociale huurgrens blijven. Heldere vraag, dank u wel, meneer Warmelink. Verder geen vragen? Ja, ik nog. Oh, neem me niet kwalijk. Meneer Nijburg. Klein lampje. Dank u wel. Een paar vragen, kleine vragen, maar misschien toch wel van belang. Er wordt gesproken over een inbreidingslocatie. En waar wij tegenaan liepen is dat er bijna geen groen te zien is. Tenminste, ja, ik heb geen groen gezien. Dus een inbreidingslocatie die weer helemaal versteend wordt opgeleverd, dat vinden we jammer. Misschien kan er iets aan gedaan worden. En ik vond het ook nogal veel parkeerplaatsen op dat binnenterrein. Misschien zouden er meer fietsenstallingen gebouwd kunnen worden in plaats van parkeerplaatsen voor auto's. Dan zegt de monumentencommissie dat het plan niet leidt tot een onaanvaardbare aantasting van de monumentale waarde. Moeten we dan lezen dat het gaat om een aanvaardbare aantasting? Ja, het is maar, dat staat er niet. Nee, daarom vraag ik het ook. Ja, dank u. En los van het hele plan, waar je natuurlijk van alles van kan vinden, waar gaat het kruispunt naartoe? Is daar al een oplossing voor? Heeft niet direct met plan te maken, maar wel met wat er nu in zit, zat. Dank u wel, meneer Nijburg, voor de vragen. Zijn er nog meer vragen? Nee. Mag ik de wethouder vragen om beantwoording? Dat mag u, voorzitter. CDA, bezwaren bewoners. Er waren bezwaren van de bewoners, die zijn opgelost. De bewoners kunnen instemmen met dit plan. Reactie Woningstichting was positief. Vorige week nog met de directie van Vecht was over gesproken. Dan de VVD, appartementen sociale huurgrens. Appartementen vallen binnen de sociale huurgrens. Dan de VVD, Groen.
Ja, dat blijft op die plek moeilijk, meneer Nijburg. Want, zoals u zei, er liggen veel verkeer, parkeerplaatsen. En ja, ik heb overigens niks met de VVD. U hebt niks van de VVD, maar deze vragen die zijn er u gesteld. Maar u zei VVD. Oh, sorry, meneer Broek. Dat was van andere partijen. Niet... Ja, ik vind het prima partijen, prima mensen. U lijkt ook zoveel op meneer Warmelink. Misschien komt het daarvan. Goed. Maar in ieder geval, die parkeerplaatsen, zoals u zegt, de norm, de kroonnorm, is 13 parkeerplekken. En die passen precies op die binnenplaats. Daarnaast komt er ook nog een plek voor fietsen. Dus wat dat er gaat, wordt dat ook gehonoreerd. Er is nu ook geen groen. En misschien zal daar iets groen komen voor afscheiding van de parkeerplekken. Maar het is een binnenplaats en het blijft een binnenplaats. Monumentencommissie die is tevreden over hetgeen dat er gerealiseerd wordt. Want de buitenkant wordt niet aangetast. Er wordt zelfs een nieuw stukje wat ooit is aangebouwd afgebroken. En het kunstpunt, ja, deze mensen die zullen op zoek moeten naar een andere plek. Ik weet dat de huur is opgezegd, maar ik weet nu niet waar zij terechtgekomen zijn. Maar in ieder geval, dat was bij hun bekend. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Agricola. Zijn de vragen voldoende beantwoord? Mag ik naar uw opinie? Wie wil als eerste het woord anders? Ja, meneer Kouwens, CDA. Ja, dank u wel. Ja, onze fractie vindt het een goed voorbeeld van inbreiding. Daar zijn we ook een warm voorstander van. En gelukkig hoorden we afgelopen week tijdens de begrotingsvergadering ook nog andere fracties hierover. Het is gelukt om hier op een locatie met behoud van het aanzicht van het voormalig postkantoor wat op papier te krijgen. En daarbij een goede aanvulling op het aanbod in de huursector. We vinden het daarom goed dat een gezamenlijkheid tot stand is gekomen en dat de bezwaren van de omwonenden en de commissie in eerste instantie dat die zijn weggenomen met het aangepaste plan. Toch zouden wij ook in lijn met de advies van de monumentencommissie aandacht willen vragen voor het groen inrichten van het binnenterrein en de uitstraling van het pand aan de zijde van de Bloemendaalstraat. Ik denk dat het plan dan nog mooier kan worden straks als het gerealiseerd is. Dus succes. Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Broer, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb eerlijk gezegd niet heel veel aan toe te voegen. Volgens ons is het een mooi plan. Mooi dat het pand op deze manier hergebruikt wordt. Goed dat de aanbouw aan de achterzijde verlaagd is tot één bouwlaag. Daar waren we nog wel gelukkig mee. En ik wil me wel graag aansluiten bij ook het punt van de ChristenUnie over het minder steen en meer groen. Ik denk dat daar echt nog wel mogelijkheden liggen. Zeker als je kijkt naar de omgeving. Er is een grote parkeerplaats vlak in de buurt. Ik weet niet of daar nou echt 13 parkeerplaatsen noodzakelijk zijn. Dus ik zou zeggen, zoek nog één parkeerplaats voor een boom. Of ga daar creatief mee om, zou ik zeggen. Maar dat is een oproep. Tot zover. Dank u wel, meneer Beroeren. Meneer Schrijver, D66. Ja, D66 vindt het een, zover je dat op tekening kunt zien, een heel aanvaardbare aantasting van de monumentale uitstraling. En we sluiten ons aan bij de vraag om, ook al is er nu geen groen, om daar nu wel aandacht aan te besteden. Dat past ook goed bij de klimaatadaptatie die verderop ook nog een keer aan orde komt. Dank u wel, meneer Schrijver. Meneer Warmelink, VVD. Dank u wel. De VVD vindt ook dat de procedure goed is toegepast, waarbij de ontwikkelaars in goed overleg met de buren tot een oplossing zijn gekomen. Daarom vinden wij dat we deze ondernemers de ruimte moeten geven om er iets moois van te maken. En we stemmen dus in met het voorstel. Dank u wel, meneer Warmelink. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Ja, voorzitter, wij vinden dat als het wat groener wordt, het een mooie inbreidingslocatie is. Je zou ook aan groen op het dak kunnen denken. Er zijn misschien wel meer mogelijkheden. En wat de fietsparkeerplaatsen betreft, dat is wel uit te breiden volgens ons. Dus misschien kan dat toch nog een keer naar gekeken worden. Maar in het algemeen kunnen we zeggen dat er hier veel is goed gegaan. Goed gecommuniceerd en een plan waar we zeker wel achter kunnen staan. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Hof, gemeentebelang. Ja, voorzitter, dank u wel. Op voorhand, wij kunnen ook gewoon instemmen met het voorstel. Maar ik wil wel een kritische kanttekening plaatsen. En dat is eigenlijk in het vervolg op de evaluatie die we gehad hebben bij de paragraaf duurzaamheid bij onze raadsvoorstellen.
En ik heb destijds aangegeven dat ik het belangrijk vind dat hij erbij blijft, maar dat dat op de inhoudelijke kant nog wel eens wat te wensen overlaat. En daar wil ik toch op dit punt wel wat aandacht voor vragen, want de duurzaamheidsparagraaf die bij dit voorstel zit, daar mankeert toch wel het nodige aan en ik vind hem ook bijna misleidend. In de paragraaf wordt gesuggereerd dat het niet mogelijk is om gasloos te bouwen omdat het dak het plaatsen van zonnepanelen niet mogelijk is. Het toepassen van een warmtepomp is dan ook niet mogelijk. Voorzitter, dat heeft helemaal niks met elkaar te maken. Het toepassen van warmtepompen haakt af van de bereidheid van de initiatiefnemers om de schil te isoleren en een lage temperatuur verwarmingstraject aan te brengen. Ik weet dat het misschien wat technisch is, maar daar is volgens mij juist die paragraaf duurzaamheid voor bedoeld, om dat aan raadsleden uit te leggen. Wat er nu gebeurt is dat er een economische beslissing genomen wordt door de indiener en hij mag dat binnen een bouwbesluit, hij voldoet gewoon overal aan. En dat is de reden dat hij niet verder gaat met zijn maatregelen. En ik vind dat we dan ook ons te veel laten leiden door een voorstel wat op die manier gebracht wordt. En dat ook gewoon klakkeloos overnemen, terwijl de inhoudelijke kant niet overeenstemt. Het is een economische afweging om niet de schil te verbeteren en niet naar een lage temperatuurtraject gaan. En dat is de reden waarom je niet naar warmtepompen kan en waarom je niet gasloos bouwt. Daar wil ik toch wel graag een opmerking over gemaakt hebben. Vooral ook in het belang van die duurzaamheidsparagraaf in de toekomst. Dank u wel, meneer Hof. En ik als raadslid begrijp het ook wat u zegt. Dank u wel voor deze oproep. Voorzitter. Meneer Broeren. Ja, ik weet niet of het gewoonte is, maar ik wil eigenlijk de heer Hof hier wel even over complimenteren. Want ik moet eerlijk toegeven dat wij dit gemist hebben. En het is een goed betoog, helder betoog. Dank ervoor. Dank u wel, meneer Broeren, voor deze steunbetuiging. Ik concludeer. Het is een mooi plan, het is een mooi pand. Het pand wordt behouden aan de buitenzijde. Er wordt een oproep gedaan om de groenmogelijkheden toch wat meer te onderzoeken dan wat er nu voor ligt. En de aandacht die gemeentebelangen vraagt en daarmee ook Partij van de Arbeid die het ondersteunt, voor de duurzaamheidsparagraaf, om in de toekomst daar inhoudelijk meer aandacht aan te geven. Er is nu een economische afweging in opgenomen en dat is niet de bedoeling geweest van de duurzaamheidsparagraaf. Het is unaniem akkoord wat ik begrepen heb, tenminste gemeentebelangen. Ik neem aan dat jullie ook akkoord gaan. Ja, dan is het wat mij betreft een akkoordstuk voor de raadsvergadering van eind november. Dank u wel voor uw vragen en inbreng en de beantwoording, meneer Ricola. Daarmee is agenda punt 6 van de agenda afgerond. Wat 5 zeg ik, ik wil te snel. Agenda punt 6 gaan we nu naartoe. Stedenbouwkundige invulling locatie Pniel. Er is al over ingesproken. Op de voormalige Pniel locatie wil woningstichting Vechthorst 21 appartementen gaan realiseren. Geschikt voor het geven van zorg, thuiszorg. En op basis van de notitie inbreidingslocatie is een stedenbouwkundige visie gemaakt voor invulling van dit perceel. En die ligt nu voor, inclusief een schetsontwerp. En op basis van de stedenbouwkundige invulling wordt dan een bestemmingsplanherziening opgesteld. En die wordt te zijner tijd aan u voorgelegd, aan de gemeenteraad. We behandelen ook dit agendapunt in 2 ronden. Informatief, dan kunt u vragen stellen en de tweede ronde wil ik graag uw opinie. En dan probeer ik weer samen te vatten. Wie heeft de vragen naar aanleiding van het raadsvoorstel zoals die nu voor ligt? Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. 2 vragen. Eerste vraag heb ik ook gesteld aan de inspreker, een van de insprekers. Wij hebben een verslag gevonden van, of die zit bij de stukken, over de informatieavond voor inwoners. Ik kon daar persoonlijk wat weinig informatie uithalen over wat die avond nou precies opgeleverd heeft. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dus zou de wethouder iets kunnen zeggen over de stemming van die avond, de reactie van de omwonenden en wat er ook na de hand gebeurd is. Dus er wordt gesproken over een gesprek met 3 omwonenden. Volgens mij heb ik net geïdentificeerd wie dat waren, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Kunt u daar iets over vertellen, hoe dat traject verder gelopen is? Zeker ook nu ik hoor dat er nog gesprekken gaande zijn, terwijl wij dit stuk nu hier al bespreken. Dat voelt voor mij een beetje vreemd. De tweede, dat is een inhoudelijke vraag. Die gaat, het zal geen verrassing zijn, over het bouwvolume.
Hoe ziet de wethouder dat? Welke mogelijkheden zijn er om eventueel nog in dit ontwerp te sleutelen aan de bouwhoogte? Dank u wel. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Kouwen, CDA. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik sluit me van harte aan bij de vraag van de heer Broeren van de PvdA over de participatie en hoe dat zijn beslag heeft gekregen. Misschien ook even aanvullend van hoe is er dan ook wat meegedaan met de bezwaren? Hoe ver is er aan tegemoet gekomen? En andere vraag, heeft de welstandscommissie of stadsbouwmeester iets gezegd in het advies over de ruimtelijke inpassing of CQ de hoogte van het pand? En derde vraag, volgens mij is de oppervlakte van het pand wat er nu komt te staan, het ontwerp haal, is het een stuk groter van het pand wat er nu staat. Hoe is die verhouding volgens u en hoe ziet u dat in relatie tot de omgeving zoals die er verder ligt? Dank u wel, meneer Kouwen, voor de vragen. Meneer Warmelink, VVD. Dank u wel, voorzitter. Ik weet niet of dat wel een goede vraag is, maar ik wil graag de reactie van de wethouder horen op de kritische noden van de inspreker. De vraag, of die beantwoord, dan horen we dan. Ja. Meneer Schrijver, D66. Ja, ik sluit me bij de vragen van de PvdA aan. Ik zit nog met een andere vraag ook. Dat is al die effecten die genoemd zijn, privacy, spiegeleffect, etc. Hebben die nog geleid tot wijzigingen op dat ene schetsontwerp wat op tafel is gekomen? Dank u wel, meneer Schrijver. Meneer Jutten, gemeente... Dank u wel, voorzitter. Ik had twee vragen en er zijn wel vier keer dezelfde vraag gesteld, dus ik zal die ene niet herhalen. Andere vraag, we lezen in het plan dat er niet gasloos gebouwd zou gaan worden. En de reden daarvoor lezen we het voorstel dat het plan al eerder ingediend is dan de beslissing is genomen om gasloos te bouwen. Is er nog een verzoek gedaan om toch deze gemiste kans alsnog te herstellen? Dat is misschien wel ook de woorden van meneer Hof. Qua duurzaamheid, die mogelijkheid is er wel. En waarom gebeurt het daar niet? Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Ja, voorzitter, jammer als je dan het laatste bent, want er zijn eigenlijk alle vragen al gesteld. Want wij sluiten aan bij die communicatie en participatie van die buurt. Hoe kan de wethouder daarop reageren? Ook op de insprekers. We hadden ook de vraag van gasloos bouwen. Is dat nou echt niet mogelijk? En dat was niet geïnspireerd door de heer Hof. Dus wij snappen totaal niet waarom er gasloos wordt gebouwd, omdat daarna er een notitie is gekomen of ingediend. Nou, onbegrijpelijk. En hoe past het in de omgeving en ten aanzien van de hoogte hebben we dan ook die vragen. Dus ja, herhaling van zetten, maar we willen het toch uitgesproken hebben. Dank u wel, meneer Nijburg. Dat is helder. Mag ik de wethouder uitnodigen om de vragen te beantwoorden? Heeft u ze mee kunnen schrijven? Ja, voorzitter. Ik hoop dat ik alle vragen op papier heb. En mocht het niet zo zijn, dan hoor ik het graag. Goed. Partij van Arbeid vraagt naar de infoavond. Er is een avond georganiseerd in de overkant, of een avond, het was meer een middag met een deel van de avond. Iedereen heeft daar persoonlijk bericht van ontvangen en daar in de overkant, daar dus waren infoborden opgehangen met dus de plattegronden en de uitstraling. Er waren mensen van Vechthorst, er waren mensen van de gemeente. Ik heb zelf er ook een bezoekje gebracht. Wat heeft die avond opgeleverd? Het is ervan, die avond is positief verlopen. Ik heb, toen er was, alleen maar positieve geluiden ontvingen. En zelfs de mensen zijn ervan, wanneer kan ik me inschrijven? Ik zou er graag naartoe willen. Ik ben niet de hele bijeenkomst geweest. Dus ik kan alleen zeggen wat ik zelf heb gehoord. Maar daarnien heb ik ambtelijk gevraagd, die de hele avond is geweest, of hele middagavond. En bij de mensen van Vechthorst, de stemming was overheersend positief. Dan hebt u kunnen horen dat een aantal omwonenden niet tevreden is. En daar is inmiddels zijn er gesprekken mee gevoerd door Vechthorst met de omwonenden. En daarnaast hebt u ook kunnen horen dat er binnenkort nog verder wordt gesproken. Kort geleden is er ook nog gesproken, want afgelopen week heb ik nog gesproken met Vechthorst, hebben we het hier ook nog over gehad. Hoe is de situatie? Hoe loopt het? Zijn er ook nog bij spreken zaken die aandacht behoeven? En dat hebben zij benoemd. Ik ben er zelf persoonlijk
zaterdag ook geweest. Ik ben met de heer Boijten geweest. Ik heb met de heer Boijten achter op zijn erf gestaan. En de heer Boijten heeft aangegeven dat er twee zaken waren die hij hier ook naar voren heeft gebracht. Enerzijds het gebouw, wat hij niet passend vindt om de omgeving, ten opzichte van de bebouwing die er staat. Anderzijds de waarborging van zijn privacy. Nadien ben ik bij de buren aan de deur geweest, maar die waren helaas niet thuis. En dat kan de heer Boijten beamen. En de heer Boijten vertelde ook nog van nou, ik weet niet of ze het hele weekend nog wel thuis zullen komen, maar dat wist hij ook niet. Maar ik ben er geweest, ik heb ook getracht daar ook met name het verhaal uit hun mond te horen. Bouwvolume. U vraagt welke mogelijkheden zijn er nog qua bouwhoogte. In die zin, de bouwhoogte voldoet aan het bestemmingsplan. En ik kan u ook zeggen, er is een heel zorgvuldig traject gelopen hier. Het is een traject geweest van meer dan 2 jaar. Er zijn verschillende tekeningen zijn over tafel gegaan. En daar is de staatsbouwmeester uitvoerig bij betrokken geweest. En uiteindelijk is dit er uitgekomen. Heeft ook te maken met de economische haalbaarheid. Heeft ook te maken met dus de vraag en de opgave die er ligt om ouderen te huisvesten. En u weet ook, het ligt in de nabijheid van Rozengaren. Het Vechthorst gaat het gebouw bouwen, maar het wordt in zijn compleetheid verhuurd aan Rozengaren. En dat zal worden bewoond door mensen die ook zeer zeker zorg nodig hebben. Zegt u van het plan is niet acceptabel, het moet naar 2 bouwvolumes, dan ligt alles van tafel. Dat zijn in 2,5 jaar is voor niks geweest. En met name, dat wil ik ook benadrukken, de staatsbouwmeester is hierbij betrokken geweest. En er is continu gezocht van enerzijds de hospice die ernaast ligt, dus de oude pastrie. Die moest met name ook als blikvanger naar voren komen. Anderzijds de bestaande bebouwing, anderzijds de opdracht. Proberen evenwicht te creëren. En daarom, in die zin van wat ik op die avond hoorde, bij die inloop, staat ook haaks met name wat ik nu hoor. Het is ook een beleving van mensen. Er werd zelfs genoemd van, ze kijken met de aardappels van het bord. Dat is een beleving, want het gebouw komt een eind van de straat achterstaan. Er komt een stuk groene tuin komt ervoor. Maar we hebben wel meerdere zaken gezien. Mensen die, het staat op tekening en ze maken zich zorgen wat er komt. Dat hebben we met heel veel projecten gehad. Dat weet u in de raad ook, toen we die discussie hebben gehad met de verbouw van de oude gereformeerde kerk. Tot woonappartementen voor jeugd. En daar is met name inkijk is ook prominent aan orde geweest. En daar is ook gezegd van ja, een andere situatie. Want alleen zondags was de kerk en verder bij spreken was er geen inkijk, want er zaten anders voor het ramen in. Maar al die problemen zijn getracht op te lossen en dat is ook gebeurd. En we hebben nadien helemaal geen klachten meer gehad. Terwijl dat gebouw sec op de erfgrens stond. Participatie. Het CDA sprak erover. Wat is er met bezwaar gedaan? Mensen die bezwaren hebben ingediend, daar is getracht en wordt getracht om daar bij spreken invulling aan te geven om die mensen tegemoet te komen. Verhouding gebouw-omgeving. Volgens de stadsbouwmeester past dit gebouw, deze volume, in deze omgeving. Qua nokhoogte is ook met name bestemmingsplan. En volgens mij komt dat dak de bovenkant niet hoger dan de huidige Pinielgebouw. Nou, VVD, de reactie op de insprekers. In die zin, ik begrijp die insprekers wel. Ze maken zich zorgen. En daar moet je op een goede manier mee omgaan. En nogmaals, er zal ook nog met deze mensen gesproken worden. Men is op zoek naar een oplossing om de privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Spiegeleffect waar het D66 op heeft, kan ik niks over zeggen. Want ik ben geen deskundige op dat gebied. Dus daar kan ik niks op zeggen. Maar natuurlijk,
kan Vechthorst wel met computermodellen daar een plaatje van kunnen maken wat het effect zal zijn. Waarom niet gasloos? Februari vorig jaar of dit jaar hebt u dus het besluit genomen om alle inbreidingslocaties die in de gemeente plaats zullen vinden gasloos te maken. Dit traject liep al meer dan 2 jaar. Het was in grote lijnen was al klaar. En natuurlijk is er ons door ons ook nog gesproken over gasloos maken. Maar hier, en meneer Hoofd, ik zie u kijken, hier speelt economie ook weer een rol. Het is interessant, dan zal de huur omhoog moeten. En er wordt getracht om deze huur met name op een acceptabel niveau te houden. In ieder geval ver onder de sociale huurgrens. De huurgrens is 700 nog wat euro. Maar men wil toch trachten hier tussen de 500 en 600 euro te zitten. Dus wat dat betreft, moet men die investeringen doen om gasloos te bouwen. Dan is het met name in de huidige plan wat er ligt, is het niet haalbaar. En dan moet je keuzes maken. En keuzes maken, dat is niet makkelijk. Maar je zet alle zaken op een rijtje en dan zeg van nou, ook mede gezien dat dit al 2 jaar loopt, zeg van, dan gaan we het zo doen. ChristenUnie. Ja, de vragen heb ik allemaal al beantwoord. Bouwhoofd, reactie, bouwmeester enzovoort enzovoort. Dus ik heb alles al gehad. Tot zover de beantwoording, voorzitter. Dank u wel, meneer Agricola. Is er nog iemand in de aanleiding van de beantwoording? Meneer Schrijver, D66. Ik noemde het spiegeleffect als een voorbeeld van, ik geloof, 7 zaken die er speelden. Het ging mij met name om de vraag, is er naar aanleiding van dat ene schetsontwerp wat was voorgelegd nog iets gedaan met de inbreng op al die punten? Want er waren er meer. Benauwend gevoel, raampartijen, zicht op het huis, grote glazen galerij, ochtendzon, minder zicht, minder licht, straatbeeld. En de vraag was, is er met die punten iets gedaan in het ontwerp of is er maar 1 ontwerp geweest en daar is het bij gebleven? Er zijn verschillende ontwerpen geweest, maar dit ontwerp is getoond aan de buurt. En de inbreng die hier vanavond is gedaan, hoor ik nu vanavond ook voor het eerst behoudens wat meneer Boyte mij zaterdag verteld heeft. Dank u wel, meneer Schrijver. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb toch het gevoel dat daar ook een beetje de crux zit. Want u schetst een heel goed verhaal over het delen van tekeningen met allerlei partijen. Maar volgens mij gaat het erom dat de bewoners niet het gevoel hebben dat ze op tijd met die tekeningen mee hebben kunnen praten. Dus oftewel aan de voorkant mee hebben kunnen denken over de kaders bij dit ontwerp. En bij een dusdanig grote inbreiding, en volgens mij speelt deze locatie al 10 jaar... had ik dat wel enigszins verwacht. Ik denk ook dat daar een groot deel van de onrust vandaan komt, dat mensen niet op dat moment al zijn meegenomen en geconfronteerd zijn met plannen. Hoe ziet de wethouder dat? En de tweede, die wil ik even nog afmaken, dat is het gasloos. Dat triggert mij toch wel. Als ik nu kijk naar 1 plan, nu 2 plannen. Vanuit economische overwegingen zeggen wij, ja, doe maar niet. Maar tegen onze inwoners, onze private inwoners, zeggen wij in bepaalde plekken, u moet. Dat wringt wel een beetje bij mij. Graag u de gedachte daar ook bij. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Agricola. Ja, wat gasloos betreft, meneer Broeren, kijk, dit is een inbreidingslocatie. In ieder geval, u hebt gelijk, met name van alle plannen die na in februari op de tekentafel komen zijn, is gewoon aangezegd, het zal gasloos moeten. Het is een... En dat is ook goed. In die zin, wij krijgen daar ook alleen maar complimenten van die mensen. En dit gebeuren, ja, het is een private ontwikkeling die, waar wij als gemeente wel kunnen zijn, dit zal moeten en dat zal moeten. Anderzijds hebben we ook een maatschappelijke opgave op te lossen. En als investeerders zeggen van wij mogen maar
voor een bepaalde prijs bouwen. Want dat is ook aan de restricties is dat vastgelegd. Van een appartement mag qua bouwkosten maar een x bepaald bedrag hebben. En als ze daar boven komen, dan wordt het van hogerhand afgekeurd. En we willen ook graag dat een pand ook een goede uitstraling heeft. En ook goed bij spreek in de omgeving past. En dan is het vaak ook keuzes maken. Of je maakt een mooi pand. En met name wat goed geïsoleerd wordt, met name met de, tegen de huidige eisen. Want men moet voldoen aan het bouwbesluit. Of je moet akkoord nemen met een zeer sober gebouw wat gasloos is. Maar als je een gebouw bouwt, je bouwt wel voor 50, 60 jaar. Dit is altijd het maken van keuzes. Daarnaast heeft met name de woningstichting heeft een maatschappelijke opgave die zij moeten doen. En die private persoon, ja, die kan ervoor kiezen wat hij gaat doen. En als iemand hier nieuw wil bouwen, ja, dan is de eis gasloos. En als iemand een bestaande woning bouwt of koopt, ja, dan is hij zelf baas in. Maar het is altijd een afweging, meneer Broeren. En wij als college en u als raad wordt ook altijd afgerekend van joh, wat gaat er gebouwd worden. En we komen uit een tijd dat heel sober gebouwd is, waar altijd is gezegd, joh, had je daar niet wat meer aandacht aan kunnen besteden. En daarom hebben we de afgelopen 8 jaar ook gebouwen gebouwd die met name wat meer smoel hebben en met meer oog voor de omgeving. Meer kan ik er niet van maken. Dank u wel, meneer Agricola. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Ja, voorzitter, toch een paar opmerkingen. In de eerste plaats kan ik me de insprekers toch een heel klein beetje voorstellen. Laat ik het maar voorzichtig zeggen, want ik vond uw taal net ook nogal wat dreigend. Als we niet dit en als we niet dat, dan gaat het allemaal niet door. En hebben we een probleem. Ja, misschien hebben we al een probleem. We hebben sowieso een probleem met de communicatie. Dat u zegt van nou, de stemming is overwegend positief en een paar dagen geleden bezoekt u dan nog wat mensen. Dat is ook wel een beetje laat om over een plan te spreken wat er misschien wel mooi uitziet. Waarvan je af kan vragen of het dus voldoende draagvlak heeft en of dat ook inderdaad zo wel kan. Dan verschuilt u zich een beetje achter de stadsbouwmeester. Die zegt dat het kan, dat het zo moet. Dus dan is het goed. Dat vragen we ons nog af. U geeft zelf een voorbeeld van de gereformeerde kerk waar dat is uiteindelijk allemaal is opgelost. Ik kan me die discussie nog goed herinneren. Alle elementen zijn langsgelopen en er is net zo lang gezocht dat iedereen tevreden was. Nou, dat zou hier misschien ook kunnen. En dan duurt het maar wat langer en dan wordt het misschien toch maar wat anders. En dat gasloos bouwen, ja, wij denken dat Vechthorst heeft ook een maatschappelijke functie. En dat gasloos bouwen, dat is al jaren, daar is al jaren sprake van in deze raad. Dat is niet van het afgelopen jaar en dat is niet sinds de notitie, maar dat ligt al daarvoor. U heeft dat zelf geïnitieerd. Dus ook Vechthorst wist wat dat betreft dat gasloos gebouwd zou moeten worden op een bepaald moment. Ook als je plannen gaat ontwikkelen en die kun je ook bijstellen. Ja, en dan kun je natuurlijk nog praten over, ja, dan wordt het duurder. Nou ja, dan moeten we misschien een andere oplossing zoeken. Maar wij zijn er nog niet zo gelukkig mee zoals het nu gaat. Kijk, meneer Nijburg, in die zin van, ik moet wel eerlijk blijven. Ik moet hier geen verhaal op hangen wat aan alle kanten rammelt. Als bij spreken investeerders tegen mij zeggen van, als we het zo gaan doen, dan kan het niet en dan gaan we het niet doen. Die zei van, dan kan ik de koppeling in het zand steken, maar ik moet wel eerlijk zijn naar u als raad zijnde. Dus zij hebben gezegd, dan gaat het niet door. En dan gaat dit ontwerp gaat ook niet door. En dan moet men weer helemaal opnieuw beginnen. Die zei van, u, bij spreken, heeft mij ook op pad gestuurd. Er moet voldoende woonruimte zijn voor alle doelgroepen, met name ook de sociale doelgroepen. Ik heb de afspraak gemaakt, ook met Vechthorst, dat het tot het einde van 2020 zonder 180 woningheden bijgebouwd moeten worden, omdat we een opgave hebben. Dat gaat dan niet lukken. Draagvlak, je krijgt nooit 100% draagvlak. Want de ene vindt dit niet mooi en de ander vindt dat niet mooi. En hoe meer mensen je mee laat praten, nou, en ik ben een voorstander van burgerparticipatie, je komt er niet uit. Je komt er gewoon niet uit. En wij spreken van, en het plan wat er ligt, en ik meen het serieus, is een prachtig plan. Maar u hebt ook gehoord, mevrouw van der Meer zei het nog, het is prachtig, maar niet op die plek, ik vind het te hoog. En zo zijn er wel meer plekken, die zijn van, waar op die hoogte gebouwd wordt, omdat het past binnen het stemmingsplan. En als hier plannen binnenkomen, dan moeten we het eerst beoordelen
past het binnen het bestemmingsplan. En er komt een iets op een plek waar iets heeft gestaan wat totaal anders was. De Pinialgebouw, een woonhuis stond er vlakbij wat afgebroken is en een laagbouw aan vergaderruimtes. Maar dat neemt niet weg als je er iets nieuws bouwt, dat je zorgvuldig bent en daarbij spreken dat ook denkt en zorg draagt voor de privacy van de mensen die er wonen. En de uitzicht van de kamers is ten zuiden en ten noorden. En het uitzicht vanuit het gebouw naar de zijkanten, en dat kunt u ook zien op de tekeningen, is getracht minimaal te houden. Kijk je dan even terug naar de Griffemeerde Kerk, waar u op doelde. Daar is in wezen het, wat is daar veranderd? Daar zijn leilinders gepoot. Dat is de enige wijziging geweest op het plan. Dat plan is ook niet op de kop gegaan. En in geval van wat er gebeurd is, is ook goed geweest. En de mensen zijn tevreden. Dit plan heeft iedereen kennis van kunnen nemen. Ik hoorde vorige week van Vechthorst dat ze in gesprek waren met meneer Woyten en de buurman. En daarom ben ik er ook naartoe gegaan. Deze berichten zijn niet eerder bij mij op het bureau geweest. Die mensen hebben niet contact met me opgenomen. Er is alleen communicatie geweest met Vechthorst. Dan had ik gezegd, waarom ben je niet bij ons gekomen? Waarom heb je niet bij mij persoonlijk aan de bel getrokken? Want wij willen het allerbeste voor iedereen hier in dit dorp. Weet, alle veranderingen geeft wrijving en maakt onbekend. En er zullen altijd mensen op tegen zijn. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Agricola. Meneer Nijburg gaf een reactie. Is dat ook uw opinie? Ja, ik ging eigenlijk al iets te ver, dus het was ook een opinie. Dank u wel. En daarmee bent u tegen het voorstel zoals het er ligt? Op dit moment zijn we niet overtuigd van een goed voorstel. Dank u wel, meneer Nijburg. Mag ik naar meneer Jutten, gemeentebelangen? Oh, verkeerde knop. Mag u? Ja, kan ik. Dank u wel, voorzitter. Ik heb wel een verhaal neergezet. Het Pinialgebouw is jarenlang een markant gebouw geweest. En vele inwoners hebben allerlei activiteiten meegemaakt. Het gebouw is nu in verval geraakt. En we zijn echt wel blij dat er nu eindelijk een plan ligt om deze inbreidingslocatie te gebruiken. Over de communicatie kom ik zo nog weer terug. De ligging vlakbij het centrum, de combinatiemogelijkheden met Zorgcentrum Broosgaarde en het ontwerp van het gebouw leek goed op te passen in de omgeving in relatie met het bestaande gebouw. We vinden het echt een grote gemiste kans om de duurzaamheid betreffend het gasloos bouwen om aangegeven redenen niet toe te passen. Zeker bij dit soort projecten zou de initiatiefnemer een beter voorbeeld kunnen geven. Dat er volgens de nieuwste technische inzichten wordt gebouwd, zegt ons natuurlijk niet alles over de duurzaamheid. Voorzitter, we hopen dat de vervolggesprekken met de omwonenden en de insprekers, speciaal eigenlijk wel, en ontwikkelaar, tot een breder draagvlak zullen leiden en daar waar nodig de juiste aanpassing kunnen worden doorgevoerd. Door de insprekers werd echt aangegeven dat er nog gesprekken volgen. We horen daar graag de resultaten van en nemen het verslag daarvan mee naar de raad. Ik neem aan dat wij daar tijdig een verslag van zullen ontvangen. We zullen dan tijdens de raad ons oordeel geven. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutte. U neemt het in beraad en terug naar de fractie, begrijp ik. Dank u wel. Meneer Kouwens, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Laat ik vooropstellen dat de CDA-fractie het belangrijk vindt dat er voldaan wordt aan de lokale behoeften voor woonzorgappartementen. Het liefst in de nabijheid van Roosgaarde, die voordelen zien wij ook. Dat daarmee dan op creatieve wijze wordt omgaan om vrijgekomen locatie te gebruiken, is wat ons betreft op het oog een win-win. Ja, maar zoals we bij andere plannen ook hebben gezegd, breed draagvlak vinden we ook een essentieel ingrediënt. En als je de stukken zo leest, dan geloof ik ook zeker dat er het nodige werk is verzet om dit plan te ontwikkelen. Maar bijna zonder de omwonenden. Op basis van de insprekers krijgen we ook het gevoel dat er slecht of niet rekening is gehouden met de bestaande bewoners. En de inpassing mogelijk beter kan. We zijn dus wel blij met het voornemen.
maar niet blij om te horen dat er veel ongenoegen heerst. En ja, we zijn benieuwd hoe de wethouder hier mee om wil gaan. Dat wordt ons niet heel duidelijk. Hij wordt er natuurlijk ook vanavond pas mee geconfronteerd, wat wij begrijpen. Wat dat betreft is het jammer dat de wijze van burgerparticipatie pas in het kader van de omgevingswet verder wordt ontwikkeld. Dat er een vast format komt. Hè? Het is nogal een verschil met even verderop gelegen voormalig postkantoor. En is het dan logisch dat wij als raad nu aan bod komen terwijl er nog gesprekken plaatsvinden? Ja, wij hebben het gevoel dat het misschien wel te vroeg is. Maar ik wil het naar aanleiding van de behandeling vanavond ook mee terugnemen naar de fractie. En dan komen we er ook wellicht met een aanvullende onderbouwing ook inderdaad weer op terug. Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Beroeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Met het gevaar om te veel in herhaling te gaan, dus ook het kort houden. Wat onze fractie betreft is er enorm veel behoefte aan dergelijke appartementen. Dat maakt het voor ons ook heel erg moeilijk, deze discussie. Want wij zien de vraag en wij willen graag dat deze locatie op een wijze met deze doelgroep wordt ingevuld. Maar voor ons staat participatie bij dit soort projecten wel voorop. En dat hebben we ook al eerder aangegeven. Zoals wij nu de stukken teruglezen, zoals ik nu de reacties hoor, krijg ik daar toch een wat slecht gevoel bij. En de gasloze component komt daar ook nog eens bij. Dus ik vind toch dat wij nu over een plan zitten te praten waarvan ik het gevoel heb dat we er gewoon nog niet zijn. En dat zorgt ervoor dat wij op voorhand nu niet zomaar hierin mee kunnen gaan. Dus ik denk dat wij op dit moment negatief staan tegenover deze ontwikkeling. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Schrijver, D66. Ja, ik sluit mij bij de jarige heer Jutten aan met betrekking tot het resultaat van de vervolggesprekken. Ik heb echt het gevoel dat er sprake is geweest van communicatie op twee golflengtes. En ik wou graag gebruik maken van de uitnodiging van de omwonenden om eens een kijkje te nemen. Dank u wel, meneer Schrijver. Meneer Warmeling. Dank u wel, voorzitter. Ja, wij vinden duurzaamheid heel erg belangrijk en daar missen wij hierin. En ook wat de insprekers betreft, er zitten nog behoorlijk wat scherpe kantjes aan het hele proces. En volgens mij moet er eerst wat meer gladgestreken worden. En wij nemen daarom het ook terug in de fractie en wij horen graag hoe het verdere communicatieproces gaat verlopen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Warmeling. Dan heb ik alle fracties gehad en concludeer ik dat raadsvoorstel zoals het er nu ligt door een aantal fracties zal worden teruggenomen, afhankelijk gesteld van de ontwikkelingen die morgen, de komende weken, nog gaan plaatsvinden en waar terugkoppeling voor wordt gevraagd. En een aantal fracties is tegen. Ik wil de wethouder het woord nog even gunnen, voor zover hij dat op prijs stelt. Ja, voorzitter. En is van, het is duidelijk hoe de raad hierin staat, op wijze van dit terugkoppelen met Vechthorst. En wij gaan het bespreken bij de komende raadsvergadering. En in de tussentijd hoop ik dat u te voorzien van meer informatie. En die zijn nogmaals, die zijn van, ik had graag gewild dat de betreffende omwonenden, want er wonen meer dan deze mensen, maar met name deze omwonenden wat eerder bij ons aan de bel hadden getrokken. Dan hadden we dus eerder, met name ook met deze gevoelens die leven, hadden we wat mee kunnen doen. Dus wat dat betreft communicatie. Ja, in die zin van, er wordt vaak naar één kant gewezen, maar communiceren doe je samen. Dus wat dat betreft, dan was dat misschien mooi geweest. Voorzitter, dat noemt mij toch om nog één punt, want ik snap dat niet. Dat de omwonenden eerder meneer bij ons zouden komen. Meneer Agricola komt in de raadsvergadering terug met hoe hij verder gecommuniceerd heeft. Dat is de toezegging die ik heb gehoord. Die wordt genoteerd door onze griffier. En we zullen het als bespreekstuk verder leiden naar de raadsvergadering eind november. Dank u wel, wethouder. En daarmee heb ik... Goed, dan gaan we door met agenda punt 7. Ontwikkelen met kwaliteit in het buitengebied. Sloop voor kansen heet het agenda punt. Mevrouw Van Dam sluit aan. Van harte welkom als ambtelijke ondersteuning. In april van dit jaar hebben we als raad de notitie aanpak leegstand buitengebied vastgesteld. En een van de acties hieruit is het aanpassen van de beleidsregels ontwikkelen met kwaliteit in het buitengebied.
De conceptnotitie heeft in april al bij de stukken gezeten en de notitie is verder uitgewerkt en heeft er inzage gelegen. Ook hier weer behandeling in twee ronden. Eerst uw vragen inventariseren en daarna hoor ik graag uw opinie. Wie heeft vragen naar aanleiding van meneer Nijburg? Dank u, voorzitter. Er worden misschien een keer niet de vragen al gesteld die ik had willen stellen. In ieder geval twee vragen om mee te beginnen. Wat is de relatie tot de omgevingswet en zouden we dat daar niet mee moeten verbinden? Dus we zouden daar iets meer toelichting op willen krijgen. En tweede vraag, blijven de rechten die hier gelden binnen de gemeente? Want we vragen ons af of dat ook, ik heb de indruk van wel, maar ik wou het even zeker weten. Of dat ook grensoverschrijdend is. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Hof, gemeentebelangen. Voorzitter, dank u wel. In aanvulling daarop, misschien heb ik erover heen gelezen, maar die terugbouwrechten, zijn die nu enkel voor het buitengebied of kan ik ook in de kern iets terugbouwen met die terugbouwrechten? Dank u wel, meneer Hof. Meneer Kouwen, CDA. Ja, dank u wel. Wij hebben ook drietal vragen ook over de registratie en monitoring van de slooprechten. Eerste vraag, ja, hoe komt zo'n registratie tot stand? Gebeurt dat automatisch na het indienen van een sloopmelding en verdwijnt deze dan weer bij verlenen van een bouwvergunning? En hoe zit het daar in relatie mee tot de handhaving? Twee vragen. Wie is de verantwoordelijk voor de juistheid en actualiteit van de gegevens? En derde vraag. Zijn we van plan om als gemeente ook actief te gaan bemiddelen ten aanzien van die slooprecht? Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik besef maar dat het misschien enigszins een technische vraag is, maar ik wil hem toch even stellen. Is het op dit moment ook zo dat er, als je bijvoorbeeld ergens 500 vierkante meter hebt staan en je sloopt 300 vierkante meter om aan de norm te voldoen, dat je dan de overige 200 vierkante meter mag laten staan? Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Schrijver heeft geen vragen, meneer Warmelink. Ja, ik heb wel een vraag. U deed zo. Ja, met name met betrekking tot de communicatie, waar het gaat om het bevorderen van het verwijderen van asbest. In 2024 dan is de doelstelling, zijn alle daken asbestvrij. De berichten die we daarover horen zijn dat het niet haalbaar is. En zou een dergelijke aanpak niet zich lenen voor samenwerking met bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen? Want ik kan me best voorstellen dat op de duur dergelijke daken onverzekerbaar worden en bij de database van verzekeringsmaatschappijen zouden de daken die met asbest belegd zijn eigenlijk bekend moeten zijn, als het goed is. Dank u wel, meneer Schrijver, voor de vragen. Meneer Warmelink heeft geen vragen. Mag ik de vragen doorleiden naar de wethouder? Dat mag, voorzitter. Het is nu in relatie tot de omgevingswet. Je kunt in principe stellen dat dit ook al wat een beetje oefenen is in het kader van de nieuwe omgevingswet. Dus daar we creatief mee omgaan van hoe kunnen we komen tot win-win situaties. De rechten die blijven binnen onze gemeente. En daarnaast die terugbouwrechten gelden voor het buitengebied, vraagt de gemeente Belangen. Ja, die zijn voor het buitengebied. Registratie, sloop en handhaving, daar wil ik mevrouw Van Dam even het woord over geven. Wie is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens? Dat is diegene die dus gaat slopen. En natuurlijk, daar is wel controle op, maar ik vraag van de indiener, die is de verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Gaat de gemeente actief bemiddelen? Nou, de gemeente is geen makelaarskantoor en dat wil het ook niet gaan doen. Maar waar het dan van de gemeente weet wel, bij spreken, die kan wel doorverwijzen naar diegene die daarover gaat. Dan ook de vraag van de Partij van Arbeid, die 500 vierkante meter die er is. Je gaat 200 meter of 300 meter slopen en de rest laten staan. Er staat ook al een stuk in het stuk, maar dan vraag ik ook dat mevrouw Van Dam er even nader op ingaat. En dan D66. Communicatie en asbest. Nou, dit is nou juist een voorstel wat moet leiden tot versnelling van de opruiming van asbest. Dus van heel veel, dit voorstel is hoofdzaak opgeschreven van agrariërs en mensen die in het buitengebied die asbestdaken hebben en geen middelen hebben om bij spreken het op te ruimen. En wij trachten hiermee ook een
die model op te zetten. Maar daarnaast ook zeggen van ja, als je meedoet, dan moet je ook alle asbest op je perceel slopen. Dus het staat uitvoerig beschreven in de stukken, ook van hoeveel vierkante meters je moet slopen, enzovoort, enzovoort. Maar wij menen hiermee dus het opruimen van asbest ook een boost te kunnen geven. En ik heb al gezegd, we moeten ervoor streven dat Dalfsen de eerste asbestvrije gemeente in Overijssel is. Nou, en daar mag mijn opvolger mag er verder invulling aan geven. Tot zover, voorzitter. De uitdaging is daar. Mevrouw Van Dam, mag ik u het woord geven om de technische vragen nog, voor zover die openstaan, te beantwoorden? Dank u wel, voorzitter. Ten aanzien van de registratie is degene die gaat slopen verantwoordelijk dat hij zich ook meldt in het kader van de sloopvakantieregeling. Het is niet zo als je een sloopmelding doet dat automatisch dat geregistreerd wordt. Daar moet wel actief op ingezet worden, want we willen wel ook even gewoon het hele perceel in beeld hebben. Want de eis is bijvoorbeeld dat alle asbest dan van het perceel gehaald wordt. Dus dat is een actieve registratieplicht die bij de aanvraag komt te liggen. Ten aanzien van mag er 200 vierkante meter blijven staan als er 300 van de 500 wordt gesloopt. Dat kan alleen als daar qua ruimtelijke kwaliteit een positief advies over is. Dus 150 vierkante meter mag als bijgebouw in het buitengebied blijven staan. Is dat meer, dan moet dat gemotiveerd worden waarom er meer blijft staan en waarom dat past in het landschap ter plekke. Voorzitter, mag ik nog één opmerking maken? U mag nog één opmerking maken. Ten aanzien van communicatie, dus hier vanavond al eerder, is het over tafel geweest. Wij willen hier ook actief over communiceren. Wij gaan december of uiterlijk januari gaan wij 3 bijeenkomsten beleggen in Nieuw-Leusen 1, Bremerveld 1 en in Dalfsen 1 over asbest. Daar worden uitgenodigd a particuliere burgers, bedrijven en agrarische bedrijven. Daarbij zullen aanwezig zijn verzekeringsmaatschappijen, banken, een asbestsaneerder, wij als gemeente. En we zullen eerst daar een algemeen verhaal houden over het asbest en welke mogelijkheden er zijn. En dan gaan we op die avond in 3 groepen uiteen, particuliere bewoners, bedrijven, agrarische bedrijven. En er wordt dan gericht op hun, wordt daar voorlichting gegeven. En wat gaan we verwijzen, wat mogelijk is, subsidiemogelijkheden en noem maar op. En met name voor agrariërs is dit met name zou dan ook onder het voor het voetlicht worden gebracht. Dus we gaan er heel actief mee om en er wordt een heel roadshow wordt georganiseerd. En daar waar we kunnen helpen, bij spreek en verwijs doen we dat. En u hebt ook gehoord, Groen Gebogen heeft al een prijs gewonnen. En ook die mensen worden er zeer zeker bij betrokken. Dank u wel voor de beantwoording, meneer Agricola. Is er naar aanleiding van de beantwoording nog aanvullende vragen die u wilt stellen? Nee. Mag ik u op... Oh, meneer Schrijver, wilt u... Oh, een opmerking. Ik ben blij met die aanpak. Ik denk dat het goed is dat dergelijke bijeenkomsten worden georganiseerd. Maar het zou best kunnen dat er ook mensen niet naartoe komen die tot nu toe passief geweest zijn. En het actief door verzekeringsmaatschappijen in hun database zoeken naar risicoadressen, dat was eigenlijk de essentie van mijn vraag. Dank u wel, meneer Schrijver, voor deze aanvulling. Mag ik uw opinie... Meneer Nijburg, ChristenUnie. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, we vinden het een mooi plan. Er zit heel veel waardevols in. Dus vooral als die communicatie goed gaat, moet dat ook goed uitgewerkt kunnen worden. Dus wij kunnen hier mee leven en we staan er ook achter. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Hof, gemeentebelangen. Ja, dank u wel. Wij kunnen ons ook vinden in het voorstel. Het slopen van schuren met asbesthoudende daken, dat wordt aantrekkelijker dan slopen zonder asbest. Daar zijn we groot voorstander van. Het is voldoende op de zienwijzen gereageerd. Het heeft de regeling zelfs op een paar punten nog wat verbeterd. Dat waarderen we zeer. En wat we nog wel willen is dat we wat aandacht vragen voor eventuele nieuwe bedrijvigheid in het buitengebied. Er mogen wat ons betreft uitsluitend bedrijfsactiviteiten zijn die het landschappelijk en agrarische karakter niet of slechts nauwelijks aantasten. Want als er teruggebouwd wordt, dan heb je best kans dat daar bedrijfsactiviteiten komen. Dank u wel, meneer Hof. Meneer Kouwen, CDA. We
Dank u wel. Veel uitdagingen voor het buitengebied de komende jaren. Asbestproblematiek is al genoemd, leefbaarheid. Wij denken ook dat we met voorliggende beleidsvisie dat we daar ook mee verder kunnen. Dat het goed is om aandacht te hebben voor het buitengebied. En ook voor de agrarische sector, maar ook voor mensen die daar als particulier in het buitengebied wonen. Daar ook iets meer willen dan nu op basis van bestemmingsplannen wordt mogelijk gemaakt. Wij denken dat het voorliggend stuk ruimte biedt voor maatwerk. We roepen dan ook het college en ambtenaren op om daar naar de geest van het beleid te handelen en in gesprek te gaan met initiatiefnemers om te kijken van hoe maken we iets mogelijk als we daar positief in staan. Ga samen op zoek naar de mogelijkheden. Ook voor zorgmogelijkheden in het buitengebied is het handig om daar op basis van maatwerk mee om te gaan en ook kijken van past het nou en op welke manier kunnen we dat inpassen en daar toch met een positieve grondhouding op afgaan. Het losser omgaan met de maatvoeringen staat wat ons betreft wel op gespannen voet met gebiedseigen uitstraling in het buitengebied. Het in stand houden van het karakter van ons buitengebied vinden we belangrijk. En we roepen dan ook op om bij elk plan nadrukkelijk rekening te houden met die inpasbaarheid en die uitstraling naar de omgeving. Een ander voorbeeld, er moet elke uitbreiding van een niet-agrarisch bedrijf in het buitengebied kunnen. De heer Hof van Gemeentebelang zegt het ook al. Mogelijk past zo'n bedrijf bijvoorbeeld beter op een bedrijfterrein als het steeds groeit. Ga daarover dan ook met zo'n initiatiefnemer in gesprek. In het algemeen is de inschatting dat een initiatief toch te spannend wordt. Bijvoorbeeld als er veel weerstand is of een grote impact heeft op de omgeving. Zoek dan vroegtijdig afstemming met de gemeenteraad. En durf dan in sommige gevallen ook gewoon duidelijk nee te zeggen als het echt niet past. Een raadsvoorstel is de kern wat ons betreft mooi verwoord. Iedere ontwikkeling moet in balans zijn. Duurzaamheid in de breedste zin van de betekenis. De insteek om de slooprechten voor een aantal jaar te behouden vinden we in principe een goede set. Het is nu namelijk zo dat een deel van de eigenaren niet sloopt om zo in de toekomst misschien nog wat te kunnen. De registratie, verhandeling en handhaving vinden we nog wel een aandachtspunt. Ons advies leert van de wijze waarop andere gemeenten dit doen. En in het verlengde hiervan kan het wellicht ook nuttig zijn om eens te onderzoeken of het mogelijk is om deze bouwrechten uit te wisselen binnen de kern. Ja, de heer Hof van gemeente Lange vroeg er ook al naar. Dit past misschien binnen de algemene gedachte om inbreiding voorop te stellen. De evaluatie van voorliggende regels krijgen we het najaar van 2019, las ik. Als er echt sprake is van oneigenlijk gebruik van de mogelijkheden of voortschrijdend inzicht op dit vlak door andere ontwikkelingen, bijvoorbeeld de omgevingswet, wat daar nog aan zit te komen, schroom dan niet om eerder bij de Raad terug te komen. Wil ik afsluiten met de drie belangrijkste uitgangspunten voor de CDA-fractie. Er wordt alleen ontwikkeld op bestaande erven, nooit op nieuw aan te wijzen bouwvlakken. Tweede punt, onder de streep neemt bij elk initiatief het aantal vierkante meters bebouwing af. En derde en laatste punt, en dit alles met verbetering van de ruimtelijke kwaliteit op alle betrokken erven. En onder die punten zijn wij akkoord met het voorliggende stuk. Dank u wel, meneer Kouwer. Meneer Broer, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Bedankt voor het stuk. Hier hebben we zelf ook regelmatig om gevraagd. We zijn heel blij dat het er ligt. We hebben nog eigenlijk een aantal puntjes die ik mee zou willen geven. Ik stelde net de vraag over het, inderdaad, en Roel refereerde er ook aan, de heer Kouwe, excuus. Aan het feit dat soms een deel niet gesloopt wordt. Wij zouden toch dat niet wenselijk vinden. Dat een deel van een landschapsontsierend gebouw achterblijft, omdat dat voor de boekhouding nou eenmaal zo moet. Dus vraag ik daar nog wel wat aandacht voor. Maar ik heb net begrepen dat daar wel een erg sterke onderbouwing onder moet liggen. Dus dan hebben wij daar in principe vertrouwen in. Dan nog het aantal van 3 extra woningen maximaal. Dat vinden wij wel wat veel. Dus wij zouden dat meer richting 2 zien. Omdat zeker als je op 1 bouwvlak aan de gang gaat, dan krijg je al snel een buurtschapje wat je aan het creëren bent. Daar zijn we wel wat kritisch over. En daarna nog 1 detail lijkt het, maar ik vind hem vrij essentieel. Staat er ergens in het stuk dat de erfconsulent in principe wordt ingeschakeld. Wij zouden in principe graag verwijderd zien en gewoon altijd consultatie aanvragen bij de erfconsulent. Maar verder, prima stuk en wij zijn er heel blij mee. Dank u wel. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Schrijver, D66. Ja, dank u wel, voorzitter.
Dat prima stuk, daar begin ik mee, want dat gevoel heb ik ook. Mijn opmerking over de actieve zoektocht in de database van de verzekeringsmaatschappij was inderdaad gericht op het zoveel mogelijk uit de handhavingssfeer blijven in de toekomst. En ik denk dat in de meeste gevallen inderdaad het karakter van het platteland wel behouden mag blijven, maar juist de landschap ontsierende elementen weg te halen, kan het nog verbeteren. Dus ik zou zeggen, dat maatwerk, laat dat maar komen. Dank u wel, meneer Schrijver. Meneer Warmelink, VVD. Dank u wel, voorzitter. De VVD vindt het ook een goed stuk. Ik kan ook instemmen met deze wijziging van de rood-voor-rood-regeling naar sloop voor kansen. De regeling biedt meer mogelijkheden om leegstaande objecten te vervangen door kwalitatief betere bebouwing in het buitengebied. Bovendien geeft het agrariërs meer mogelijkheden om hun activiteiten uit te breiden. De versoepeling die is aangebracht ten aanzien van objecten met asbest zien wij als een eerste stapje om de asbestproblematiek voor eind 2023 opgelost te hebben. Tot zover. Dank u wel, meneer Warmelink. Heb ik alle fracties nu gehad? Ja, ik heb alle fracties gehad. Ik concludeer dat alle fracties blij zijn met het voorstel zoals het er nu ligt. En ook complimenten hebben gemaakt voor het voorstel. Er zijn een aantal aandachtspunten genoemd. Maatwerk, positief benaderen naar de geest van het beleid. Het karakter van het buitengebied behouden. En elk plan zou daar weer op moeten worden bekeken. De ontwikkelingen in balans houden. Voorstellen met weerstand of mogelijke impact op de omgeving, dat die voorgelegd worden aan de Raad, is een van de vragen. Er is een evaluatie gepland, gaf meneer Kouwer ook aan. En de oproep is gedaan om niet te schromen bij afwijkende of problemen langs de Raad te komen. Aandacht voor het terugbouwen van 3 extra woningen. Nou, dat was een vraag. Daar werd kritisch op gereageerd. Maar ik begrijp wel dat de Partij van de Arbeid voor is. Ja, klinkt hier. En de erfconsulent altijd inschakelen in plaats van eventueel. Meneer Broeren, mag u? Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil er heel kort op toelichten. Kijk, wij gaan er niet voor liggen. Wij vinden alleen dat het de gedachtegang, dat je niet een bouwblok vol moet gaan stoppen, om het zo maar even te zeggen, ja, dat we dat graag meegeven als aandachtspunt. Dank u wel. En daarmee concludeer ik dat het een akkoordstuk is en dat we dat eind november als hamerstuk voorbij zullen zien komen op de agenda van de Raad. Daarmee heb ik agenda punt 7, sloop voor kansen gehad en stel ik voor om... Goed, dan gaan we door met agenda punt 7. Ontwikkelen met kwaliteit in het buitengebied, sloop voor kansen heet het agenda punt. Mevrouw Van Dam sluit aan, van harte welkom als ambtelijke ondersteuning. In april van dit jaar hebben we als raad de notitie aanpak leegstand buitengebied vastgesteld. En een van de acties hieruit is het aanpassen van de beleidsregels ontwikkelen met kwaliteit in het buitengebied. De conceptnotitie heeft in april al bij de stukken gezeten en de notitie is verder uitgewerkt en heeft er inzage gelegen. Ook hier weer behandeling in 2 ronden. Eerst uw vragen inventariseren en daarna hoor ik graag uw opinie. Wie heeft vragen naar aanleiding van meneer Nijburg? Dank u, voorzitter. Nou, dan worden misschien een keer niet de vragen al gesteld die ik had willen stellen. In ieder geval 2 vragen om mee te beginnen. Wat is de relatie tot de omgevingswet en zouden we dat daar niet mee moeten verbinden? Dus we zouden daar iets meer toelichting op willen krijgen. En 2e vraag, blijven de rechten die hier gelden binnen de gemeente, want we vragen ons af of dat ook... Ik heb de indruk van wel, maar ik wou het even zeker weten. Of dat ook grensoverschrijdend is. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Hof, gemeentebelangen. Voorzitter, dank u wel. In aanvulling daarop, misschien heb ik erover heen gelezen, maar die terugbouwrechten, zijn die nu enkel voor het buitengebied of kan ik ook in de kern iets terugbouwen met die terugbouwrechten? Dank u wel, meneer Hof. Meneer Kouwen. Ja, dank u wel. Wij hebben ook 3 vragen ook over de registratie en monitoring van de slooprechten. Eerste vraag, ja, hoe komt zo'n registratie tot stand? Gebeurt dat automatisch na het indienen van een sloopmelding? En verdwijnt deze dan weer bij verlenen van een bouwvergunning? En hoe zit het daar in relatie mee tot de handhaving? 2e vraag, wie is de verantwoordelijk voor de juistheid en actualiteit van de gegevens? En 3e vraag...
Zijn we van plan om als gemeente ook actief te gaan bemiddelen ten aanzien van die slooprecht? Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik besef maar dat het misschien enigszins een technische vraag is, maar ik wil hem toch even stellen. Is het op dit moment ook zo dat er, als je bijvoorbeeld ergens 500 vierkante meter hebt staan en je sloopt 300 vierkante meter om aan de norm te voldoen, dat je dan de overige 200 vierkante meter mag laten staan? Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Schrijver heeft geen vragen, meneer Warmelink. Ja, ik heb wel een vraag. Oh, wel. Oh, u deed zo. Ja, met name met betrekking tot de communicatie, waar het gaat om het bevorderen van het verwijderen van asbest. In 2024 dan is de doelstelling, zijn alle daken asbestvrij. De berichten die we daarover horen zijn dat het niet haalbaar is. En zou een dergelijke aanpak niet zich lenen voor samenwerking met bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen? Want ik kan me best voorstellen dat op de duur dergelijke daken onverzekerbaar worden en bij de database van verzekeringsmaatschappijen zouden de daken die met asbest belegd zijn eigenlijk bekend moeten zijn, als het goed is. Dank u wel, meneer Schrijver, voor de vragen. Meneer Warmelink heeft geen vragen. Mag ik de vragen doorleiden naar de wethouder? Dag, voorzitter. Eerst, het is nu in relatie tot omgevingswet. Je kunt in principe stellen dat dit ook al wat een beetje oefenen is in het kader van de nieuwe omgevingswet. Dus daar we creatief mee omgaan van hoe kunnen we komen tot win-win situaties. De rechten die blijven binnen, binnen onze gemeente. En daarnaast die terugbouwrechten gelden voor het buitengebied, vraagt de gemeente Belangen. Ja, die zijn voor het buitengebied. Registratie, sloop en handhaving, daar wil ik mevrouw Van Dam even het woord over geven. Wie is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens? Dat is diegene die dus gaat slopen. En natuurlijk, daar is wel controle op, maar in ieder geval van de indiener, die is de verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Gaat de gemeente actief bemiddelen? Nou, de gemeente is geen makelaarskantoor en dat wil het ook niet gaan doen. Maar waar het dan van de gemeente weet wel, bij spreken, die kan wel doorverwijzen naar diegene die daarover gaat. Dan ook de vraag van de Partij van Arbeid, die 500 vierkante meter die er is. Je gaat 200 meter of 300 meter slopen en de rest laten staan. Er staat ook al een stuk in het stuk, maar de vraag ook dat mevrouw Van Dam er even nader op ingaat. En dan D66. Communicatie en asbest. Nou, dit is nou juist een voorstel wat moet leiden tot versnelling van de opruiming van asbest. Dus van heel veel, dit voorstel is hoofdzaak opgeschreven van agrariërs en mensen die in het buitengebied die asbestdaken hebben en geen middelen hebben om bij spreken het op te ruimen. En je wij trachten hiermee ook een die model op te zetten, maar daarnaast ook zeggen van ja, als je meedoet, dan moet je ook alle asbest op je perceel slopen. Dus het staat uitvoerig beschreven in de stukken, ook van hoeveel vierkante meters je moet slopen, enzovoort, enzovoort. Maar wij menen hiermee dus het opruimen van asbest ook een boost te kunnen geven. En ik heb al gezegd, we moeten verstreven dat Dalfsen de eerste asbestvrije gemeente in Overijssel is. Nou, en daar mag mijn opvolger mag er verder invulling aan geven. Tot zover, voorzitter. De uitdaging is daar. Mevrouw Van Dam, mag ik u het woord geven om de technische vragen nog, voor zover die openstaan, te beantwoorden? Dank u wel, voorzitter. Ten aanzien van de registratie is degene die gaat slopen verantwoordelijk dat hij zich ook meldt in het kader van de sloopvakantieregeling. Het is niet zo als je een sloopmelding doet dat automatisch dat geregistreerd wordt. Daar moet wel actief op ingezet worden, want we willen wel ook even gewoon het hele perceel in beeld hebben. Want de eis is bijvoorbeeld dat alle asbest dan van het perceel gehaald wordt. Dus dat is een actieve registratieplicht die bij de aanvraag komt te liggen. Ten aanzien van mag er 200 vierkante meter blijven staan als er 300 van de 500 wordt gesloopt. Dat kan alleen als daar qua ruimtelijke kwaliteit een positief advies over is. Dus 150 vierkante meter mag als bijgebouw in het buitengebied blijven staan.
is dat meer, dan moet dat gemotiveerd worden waarom de meer blijft staan en waarom dat past in het landschap ter plekke. Voorzitter, mag ik nog één opmerking maken? U mag nog één opmerking maken. Ten aanzien van communicatie, dat is hier vanavond al eerder, is het over tafel geweest. Wij willen hier ook actief over communiceren. Wij gaan december of uiterlijk januari, gaan wij 3 bijeenkomsten beleggen. In Nieuw-Leusen 1, Bremerveld 1 en in Dalfsen 1 over asbest. Daar worden uitgenodigd a particuliere burgers, bedrijven en agrarische bedrijven. Daarbij zullen aanwezig zijn verzekeringsmaatschappijen, banken, een asbestsaneerder, wij als gemeente. En we zullen eerst daar een algemeen verhaal houden over het asbest en welke mogelijkheden er zijn. En dan gaan we op die avond in 3 groepen uiteen, particuliere bewoners, bedrijven, agrarische bedrijven. En er wordt dan gericht op hun, wordt daar voorlichting gegeven en wat gaan we verwijzen, wat mogelijk is, subsidiemogelijkheden en noem maar op. En met name voor agrariërs is dit met name zal dan ook onder het, voor het voetlicht worden gebracht. Dus we gaan er heel actief mee om en er wordt een heel roadshow wordt georganiseerd. En daar waar we kunnen helpen bij spreek en verwijs doen we dat. En u hebt ook gehoord, Groen Gebogen heeft al een prijs gewonnen en ook die mensen worden er zeer zeker bij betrokken. Dank u wel voor de beantwoording, meneer Agricola. Is er naar aanleiding van de beantwoording nog aanvullende vragen die u wilt stellen? Nee. Mag ik u op... Oh, meneer Schrijver, wilt u... Oh, een opmerking. Ik ben blij met die aanpak. Ik denk dat het goed is dat dergelijke bijeenkomsten worden georganiseerd. Maar het zou best kunnen dat er ook mensen niet naartoe komen die tot nu toe passief geweest zijn. En het actief door verzekeringsmaatschappijen in hun database zoeken naar risicoadressen, dat was eigenlijk de essentie van mijn vraag. Dank u wel, meneer Schrijver, voor deze aanvulling. Mag ik uw opinie? Meneer Nijburg, ChristenUnie. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, we vinden het een mooi plan. Er zitten heel veel waardevols in. Dus vooral als die communicatie goed gaat, moet dat ook goed uitgewerkt kunnen worden. Dus wij kunnen hier mee leven en we staan er ook achter. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Hof, gemeentebelangen. Ja, dank u wel. Wij kunnen ons ook vinden in het voorstel. Het slopen van schuren met asbesthoudende daken, dat wordt aantrekkelijker dan slopen zonder asbest. Daar zijn we groot voorstander van. Het is voldoende op de zienwijzen gereageerd. Het heeft de regeling zelfs op een paar punten nog wat verbeterd. Dat waarderen we zeer. En wat we nog wel willen is dat we wat aandacht vragen voor eventuele nieuwe bedrijvigheid in het buitengebied. Er mogen wat ons betreft uitsluitend bedrijfsactiviteiten zijn die het landschappelijk en agrarische karakter niet of slechts nauwelijks aantasten. Want als er teruggebouwd wordt, dan heb je best kans dat daar bedrijfsactiviteiten komen. Dank u wel, meneer Hof. Meneer Kouwen, CDA. Ja, dank u wel. Veel uitdagingen voor het buitengebied de komende jaren. Asbestproblematiek is al genoemd, leefbaarheid. Wij denken ook dat we met voorliggende... beleidsvisie dat we daar ook mee verder kunnen, dat het goed is om aandacht te hebben voor het buitengebied en ook voor de agrarische sector, maar ook voor mensen die daar als particulier in het buitengebied wonen, daar ook iets meer willen dan nu op basis van bestemmingsplannen wordt mogelijk gemaakt. Wij denken dat het voorliggend stuk ruimte biedt voor maatwerk. We roepen dan ook het college en ambtenaren op om daar naar de geest van het beleid te handelen en in gesprek te gaan met initiatiefnemers om te kijken van hoe maken we iets mogelijk als we daar positief in staan. Ga samen op zoek naar de mogelijkheden. Ook voor zorgmogelijkheden in het buitengebied is het handig om daar op basis van maatwerk mee om te gaan en ook kijken van past het nou en op welke manier kunnen we dat inpassen en daar toch met een positieve grondhouding op afgaan. Het losser omgaan met de maatvoeringen staat wat ons betreft wel op gespannen voet met gebiedseigen uitstraling in het buitengebied. Het in stand houden van het karakter van ons buitengebied vinden we belangrijk. En we roepen dan ook op om bij elk plan nadrukkelijk rekening te houden met die inpasbaarheid en die uitstraling naar de omgeving. Een ander voorbeeld, er moet elke uitbreiding van een niet-agrarisch bedrijf in het buitengebied kunnen. De heer Hof van gemeentebelang zegt het ook al. Mogelijk pas zo'n bedrijf bijvoorbeeld beter op een bedrijfterrein als het steeds groeit. Ga daarover dan ook met zo'n initiatiefnemer in gesprek. In het algemeen
is de inschatting dat een initiatief toch te spannend wordt, bijvoorbeeld als er veel weerstand is of een grote impact heeft op de omgeving, zoek dan vroegtijdig afstemming met de gemeenteraad en durf dan in sommige gevallen ook gewoon duidelijk nee te zeggen als het echt niet past. Een raadsvoorstel is de kern wat ons betreft mooi verwoord. Iedere ontwikkeling moet in balans zijn. Duurzaamheid in de breedste zin van de betekenis. De insteek om de slooprechten voor een aantal jaar te behouden vinden we in principe een goede set. Het is nu namelijk zo dat een deel van de eigenaren niet sloopt om zo in de toekomst misschien nog wat te kunnen. De registratie, verhandeling en handhaving vinden we nog wel een aandachtspunt. Ons advies: leer van de wijze waarop andere gemeenten dit doen. En in het verlengde hiervan kan het wellicht ook nuttig zijn om eens te onderzoeken of het mogelijk is om deze bouwrechten uit te wisselen binnen de kern. Ja, de heer Hof van gemeente Lange vroeg er ook al naar. Dit past misschien binnen de algemene gedachte om inbreiding voorop te stellen. De evaluatie van voorliggende regels krijgen we het najaar van 2019, las ik. Als er echt sprake is van oneigenlijk gebruik van de mogelijkheden of voortschrijdend inzicht op dit vlak door andere ontwikkelingen, bijvoorbeeld de omgevingswet, wat daar nog aan zit te komen, schroom dan niet om eerder bij de raad terug te komen. Wil ik afsluiten met de drie belangrijkste uitgangspunten voor de CDA-fractie. Er wordt alleen ontwikkeld op bestaande erven, nooit op nieuw aan te wijzen bouwvlakken. Tweede punt, onder de streep neemt bij elk initiatief het aantal vierkante meters bebouwing af. En derde en laatste punt, en dit alles met verbetering van de ruimtelijke kwaliteit op alle betrokken erven. En onder die punten zijn wij akkoord met het voorliggende stuk. Dank u wel, meneer Kouwer. Meneer Broer, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Bedankt voor het stuk. Hier hebben we zelf ook regelmatig om gevraagd. We zijn heel blij dat het er ligt. We hebben nog eigenlijk een aantal puntjes die ik mee zou willen geven. Ik stelde net de vraag over het, inderdaad, en Roel refereerde er ook aan, de heer Kouwe, excuus. Aan het feit dat soms een deel niet gesloopt wordt. Wij zouden toch dat niet wenselijk vinden. Dat een deel van een landschapsontsierend gebouw achterblijft, omdat dat voor de boekhouding nou eenmaal zo moet. Dus vraag ik daar nog wel wat aandacht voor. Maar ik heb net begrepen dat daar wel een erg sterke onderbouwing onder moet liggen. Dus dan hebben wij daar in principe vertrouwen in. Dan nog het aantal van 3 extra woningen maximaal. Dat vinden wij wel wat veel. Dus wij zouden dat meer richting 2 zien. Omdat zeker als je op 1 bouwvlak aan de gang gaat, dan krijg je al snel een buurtschapje wat je aan het creëren bent. Daar zijn we wel wat kritisch over. En daarna nog 1 detail lijkt het, maar ik vind hem vrij essentieel. Staat er ergens in het stuk dat de erfconsulent in principe wordt ingeschakeld. Wij zouden in principe graag verwijderd zien en gewoon altijd consultatie aanvragen bij de erfconsulent. Maar verder, prima stuk en wij zijn er heel blij mee. Dank u wel. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Schrijver, D66. Ja, dank u wel, voorzitter. Dat prima stuk, daar begin ik mee, want dat gevoel heb ik ook. Mijn opmerking over de actieve zoektocht in de database van de verzekeringsmaatschappij was inderdaad gericht op het zoveel mogelijk uit de handhavingssfeer blijven in de toekomst. En ik denk dat in de meeste gevallen inderdaad het karakter van het platteland wel behouden mag blijven, maar juist de landschapontsierende elementen weg te halen, kan het nog verbeteren. Dus ik zou zeggen, dat maatwerk, laat dat maar komen. Dank u wel, meneer Schrijver. Meneer Warmenink, VVD. Dank u wel, voorzitter. De VVD vindt het ook een goed stuk. En kan ook instemmen met deze wijziging van de rood-voor-rood regeling naar sloop voor kansen. De regeling biedt meer mogelijkheden om leegstaande objecten te vervangen door kwalitatief betere bebouwing in het buitengebied. Bovendien geeft het agrariërs meer mogelijkheden om hun activiteiten uit te breiden. De versoepeling die is aangebracht ten aanzien van objecten met asbest zien wij als een eerste stapje om de asbestproblematiek voor eind 2023 opgelost te hebben. Tot zover. Dank u wel, meneer Warmelink. Heb ik alle fracties nu gehad? Ja, ik heb alle fracties gehad. Ik concludeer dat alle fracties blij zijn met het voorstel zoals het er nu ligt. En ook complimenten hebben gemaakt voor het voorstel. Er zijn een aantal aandachtspunten genoemd. Maatwerk, positief benaderen naar de geest van het beleid, het karakter van het buitengebied behouden en elk plan zou daar weer op moeten worden bekeken. De ontwikkelingen in balans houden.
voorstellen met weerstand of mogelijke impact op de omgeving dat die voorgelegd worden aan de raad is een van de vragen. Er is een evaluatie gepland, gaf meneer Kouwer ook aan. En de oproep is gedaan om niet te schromen bij afwijkende of problemen langs de raad te komen. Aandacht voor het terugbouwen van 3 extra woningen. Dat was een vraag. Daar werd kritisch op gereageerd. Maar ik begrijp wel dat de Partij van de Arbeid voor is. Ja, klinkt hier. En de erfconsulent altijd inschakelen in plaats van eventueel. Meneer Broeren, mag u? Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil er heel kort op toelichten. Kijk, wij gaan er niet voor liggen. Wij vinden alleen dat het de gedachtegang, dat je niet een bouwblok vol moet gaan stoppen, om het zo maar even te zeggen, ja, dat we dat graag meegeven als aandachtspunt. Dank u wel. En daarmee concludeer ik dat het een akkoordstuk is en dat we dat eind november als hamerstuk voorbij zullen zien komen op de agenda van de raad. Daarmee heb ik agenda punt 7, sloopvakansen, gehad en stel ik voor om de vergadering te hervatten. En we zijn aangekomen bij agenda punt 8, gemeentelijk rioleringsplan. En er wordt voorgesteld om het gemeentelijk rioleringsplan 2017-2020 vast te stellen. In dit plan beschrijft, of het gemeentelijk rioleringsplan, kortweg GRP, beschrijft het beleid op het gebied van riolering en waterbeheer. En dat is geactualiseerd door een extern bureau opgesteld voor 5 gemeenten en daarom is het heeft het een algemeen karakter. Er staat in het voorstel nog de opmerking over het toerekenen van een btw-component. En hierover is de afgelopen week bij de begroting toe besloten. Dus dit heeft op langere termijn een verhogend effect op de rioolheffing. Maar staat vaststelling van het gemeentelijke rioleringsplan niet in de weg. Beetje technische toelichting dit. Het wordt wel meegenomen in de verordeningen en die komen in december naar de gemeenteraad voor vaststelling. Ook dit agendapunt wil ik in 2 ronden behandelen. Eerste vraag en daarna hoor ik graag uw opinie. Wie heeft de vragen naar aanleiding van het voorstel gemeentelijk rioleringsplan? Ja. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid en daar meneer Schrijver. Dank u wel, voorzitter. Ik las in het stuk iets over de bestaande regeling om te ontstenen. Volgens mij is dat een mooie regeling. En dat bracht mij op het onderwerp klimaatadaptatie in brede zin. In hoeverre, want dat kon ik er zelf niet zoveel uithalen, hebben wij de komende jaren ook ambities om naast de end of pipe, zou ik willen zeggen, als het om riool gaat, en dan is het vooral wat daarin komt, maar ook te zorgen dat daar wat minder in komt. In hoeverre wordt dat meegenomen in dit verhaal? Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Schrijver, D66. Het zou best kunnen zijn dat het dezelfde vraag is. Ik formuleer hem even iets anders namens de heer Rooijakkers. Hij heeft in een eerder overleg al eens aangegeven om een afkoppeling van het regenwater te belonen met een korting op de rioolheffing. En hoe staat het daarmee? En dan heb ik nog een vraag. Vrij veel van de informatie gaat over zaken die op of onder het maaiveld zitten. En regenwater, dat komt ook op de daken. In hoeverre wordt het platte dakenrisico als een neveneffect hier ook nog in meegenomen? Dank u wel, meneer Schrijver. Zijn er nog meer vragen? Meneer Lochtenberg, CDA. Dank u wel, voorzitter. Er wordt gesteld dat, dat er uitgegaan wordt van dat de totale heffingsinkomst gelijk blijft. En wij vragen ons af waarom dat als uitgangspunt geldt. Want waarom zou je niet bij een toename van het aantal aansluitingen heffen. Waarom moet dan de rest, of moet ik het anders formuleren, daalt dan het tarief bij de anderen? Tweede vraag. Hoe moeten we aankijken tegen het omgaan met afvalwater bij nieuwe bestemming van grotere VAP-projecten? Bij een boerderij weten we waar het blijft, maar dan wordt die omgebouwd. Worden daar duurzame oplossingen besproken of hoe wordt dat opgepikt? En als derde, is de enige idee van het aantal foutaansluitingen op schoon- en vuilwatercircuit binnen onze gemeente. Dank u. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Meneer Warmelink, VVD. Dank u wel, voorzitter. We hebben 1 vraag. Op sommige locaties in het buitengebied is geen riolering.
Het water wordt hier gezuiverd door middel van IBA's. Onze vraag is of u gemotiveerd kunt aangeven of deze locaties in de nabije toekomst worden aangesloten op het rioolnet. Dank u wel. Dank u wel, meneer Warmelink. Meneer Jutten, gemeentebelang. Dank u wel, voorzitter. Het was wel weer een heel rapport om door te lezen. Misschien is het vervolgens makkelijker om even een A4'tje erbij te stoppen wat de wijzigingen zijn ten opzichte van het vorige plan. Wat ik hier wel in tegenkwam, en daar gaan onze vragen over het afkoppelen van regenwater. In de stukken staat een verwijzing naar het waterloket op de gemeentelijke site, waarin een subsidieverordening wordt benoemd. Als je daarna gaat zoeken, dan vind je een verordening van 25 maart 2008 die geldig is tot 2012. Dat is al 5 jaar geleden. Hoe is dat nu geregeld, die subsidie daarop? Dat wil ik wel graag weten. Dank u wel, meneer Jutten. Heeft u de vragen kunnen inventariseren? Dan geef ik u het woord, meneer Agricola. Ja, voorzitter. Partij van Arbeid. Ontstening. En ambitie. Die wij bij spreken hebben. Daar waar we kunnen ontstenen, gaan we ontstenen. Dat zal te maken hebben wanneer we dus zaken gaan opnieuw gaan herinrichten. En met name in de nieuwbouwwijken werken we nu met wadi's. En u hebt ook al kunnen lezen in een stuk, zoals bijvoorbeeld in het middengebied Nieuw-Leuzen, Trefkoelen. Hier met name bij het waterfront, daar zijn allemaal maatregelen genomen om het hemelwater op een goede manier af te voeren. En dat komt niet in het riool, maar het wordt geïnfiltreerd. En dat zullen we dus met name ook blijven doen. Daarnaast worden burgers opgeroepen om hun tuinen niet meer te verstenen, zodat ook het regenwater bij hun en wat op het erf valt, bij spreken ook daar in de bodem, kan infiltreren. Dus wat dat betreft, onze ambitie is, ook in het kader van de klimaatadaptatie, ontstenen en mensen motiveren en enthousiasmeren om af te koppelen. En daar is ook subsidie voor. Met name ook richting de GB, die heeft er ook een vraag over. Ja, die verordening is oud, dat is niet goed. Excuses, want er hoort actuele informatie te staan op het net. Maar in ieder geval, ik kan zeggen, er is nog steeds een subsidieregeling van toepassing. Dan de D66. Afkoppeling en dan met name van diegene die afgekoppeld heeft, dat hij minder rioolheffing zou moeten betalen. Nou, dat alles is mogelijk, maar dan zult u als raad zult daar een besluit over moeten nemen. Dus ik stel u voor om dit onderwerp voor de nabije toekomst te gaan agenderen, zodat u als raad daarover kunt gaan spreken en zodat u daar ook als raad een besluit over kunt nemen. Platte dakeneffect. Ja, iedereen is zelf verantwoordelijk voor het dak wat hij heeft. Dat geldt niet alleen voor burgers, maar het geldt ook voor industrie. Maar met name met alle nieuwe vergunningen die afgegeven worden, al het water, ook van industrie, moet opgevangen worden op eigen terrein. Dus dat zijn allemaal zaken, daar wordt dus de druk bij spreken al voortvarend inhoud aangegeven. CDA heeft over de inkomsten. Zoals u weet is ons riool... Heffing is een spaarvoorziening en het geld wat per jaar binnenkomt, dat is ongeveer 1,4 miljoen. Er wordt dus de helft gebruikt voor de ambtelijke organisatie die daarmee bezig zijn en de rest gaat in een spaarvoorziening. Dus toekomstige investeringen die moeten gaan plaatsvinden aan het rioolstelsel worden betaald uit die pot. En daar is ook in meegenomen dus de nieuwe bouwwijken. Want daar wordt ook riolering in gelegd en die zal op de duur ook vervangen moeten worden. Ik kan u wel zeggen dat momenteel worden de nieuwbouwwijken dusdanig ingericht dat het water, bij spreken, er worden geen twee leidingen meer aangelegd, maar één leiding en het water gaat naar wadi's of het wordt afgevoerd naar elders. Maar in de woonwijken zijn het allemaal wadi's en de rest geïnfiltreerd. Maar in principe
Het is zo, de verordening was zo vastgesteld, dat bij spreken dat er voldoende middelen zijn, als we bij vervanging zaken moeten worden vervangen, dat we die dan er ook zijn. Meneer Lochtenberg heeft... Voorzitter, mag ik de vraag verduidelijken, want het gaat niet zozeer om wat je ermee kunt doen, maar meer om de heffing. Zoals je nu in elkaar zit, is de heffing en de totale inkomsten wat gesteld blijven gelijk. En wij vragen ons af waarom je niet, er zit een groeiend aantal woningen, een groeiend aantal bedrijven, waarom je dus de inkomsten niet geleidelijk aan oplopen, dan heb je daarmee ook gewoon je kosten afgedekt voor de toekomst. Nou, in die zin van, zoals ik weet, zit de systematiek hetzelfde, zoals wij dus het ook met de OZB doen. OZB, wij spreken van, dat is ook een belasting. En daar wordt bij spreken ook het percentage vastgesteld van wat wij in rekening moeten brengen om het geld wat we nodig hebben om dat ook binnen te krijgen. Dus zo zie je straks dat de waarde van de woningen stijgt. Je ziet straks het OZB-tarief in percentage dalen, maar je krijgt wel de middelen binnen die je nodig hebt. Dus zo moet u dat dit ook zien. Dan het foutaansluitingen. Nou, volgens mij hebben we dat hier afgerond en zijn er geen vuilwater aansluiting meer op schoonwater en geen schoonwater meer op vuilwater. Dus een aantal jaren geleden is daar een hele inventarisatie geweest en is dat hersteld. Dan heeft u het nu over afvalwater voor VAP-projecten. U weet ook dat er in het buitengebied geen riool ligt. En we zijn altijd daar op zoek naar duurzame oplossingen. En de bestaande bedrijven hebben allemaal IBAS. Dus wat dat betreft geen riool, vuil water. We zullen met name daar op een duurzame, creatieve manier, zoals dat bij spreken, zullen we daarmee om moeten gaan en afgevoerd moeten worden. Dus zoals we het nu ook doen. En we zijn altijd kijken aan verbetering, aan verfijning. Nou, VVD, buitengebied geen riool. Er zijn voor wat ik weet momenteel geen plan om riool in het buitengebied aan te leggen, maar is onze raad van mening dat wij fors moeten investeren in riool in het buitengebied, dan zou ik zeggen, ga het hier bespreken in dit huis en dan neem daarover een besluit. Maar momenteel is het dus niet zo. Nou, GB, die van een A4'tje met wijzigingen, ik zal het doorgeven aan de ambtelijke organisatie, dat meteen maar veel makkelijker en leesbaar is voor u is, dan weet u ook exact wat er gewijzigd is. En met name subsidieverordening heb ik het met u over gehad. Tot zover, voorzitter. Dank u wel voor de beantwoording van de vragen. Naar aanleiding van de vragen, geen, dan mag ik uw opinie horen. Meneer Nijberg, ChristenUnie. Ja, voorzitter, dank u wel. We hadden geen vragen. Al kun je natuurlijk altijd wel wat vinden als je gaat zoeken. Maar we vinden het belangrijk dat het principe van de vervuiler betaalt nog steeds wordt gehanteerd en gehandhaafd. En we willen een streep zetten onder de klimaatadaptatie 2020. Dat is al een keer genoemd. Dat doet het stuk zelf ook. En daar moeten we naar blijven kijken en aan blijven werken. En verder kunnen wij instemmen met het stuk zoals het nu voor ligt en de wijzigingen. Dank u wel, meneer Nijberg. Meneer Jutten, gemeentebelang. Dank u wel, voorzitter. Ondanks dat het lastig was om te lezen, gaan we vanuit dat het plan op de juiste manier is aangepast. We vinden het wel jammer inderdaad dat we zelf naar die verschillen moeten zoeken. Maar ondanks dat lijkt het ons een goed plan. Daar waar onze inwoners kunnen meewerken aan meer duurzaamheid op dit gebied, moeten we het niet nalaten. Eigen initiatieven die minder lozingen en minder kosten brengen, moeten we koesteren en duidelijk communiceren. We vragen aan de wethouder dus ook goed te kijken waar de mogelijkheden liggen om de inwoners te motiveren en daar waar subsidies mogelijk zijn deze toe te passen. En u heeft toegezegd te kijken naar de verwijzing op het waterloket op de website van de gemeente. Het is wel een belangrijke om dat actueel te houden. Voorzitter, en daarmee gaan wij akkoord met dit voorstel. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten. Meneer Lochtenberg, CDA. Dank u, voorzitter. Ook wij gaan akkoord met het voorstel, want wij vinden het gewoon een degelijk plan. Wij zijn erg blij met het doorgevoerde principe van de vervuiler betaald. We zijn het ook eens met het principe van sparen voor de voorziene vervangingsinvesteringen. We begrepen dat dat niet altijd logisch is, maar wij doen het wel gelukkig. Waar we het niet helemaal eens zijn is met het uitgangspunt van het gelijkhouden van het totale inkomstenbedrag, zo lezen wij het, wel eens met de uitleg van de wethouder. Alleen daar lijkt wat verschil tussen zoals hij het interpreteert en zoals wij het lezen.
Dus graag daar even dan aandacht voor. Stimuleren van bewustwording van inwoners van kosten en duurzaamheid. Ga daar alsjeblieft mee verder. Het stimuleren van afkoppeling is er daar een belangrijk punt van. En dat FAP, u zegt al van we hebben allemaal een IBA, ja, dat geldt voor de woning. Maar het gaat er bij FAP zo om dat als u daar bedrijfsmatige activiteiten in gaat onderbrengen, van hoe wordt er dan met het afvalwater omgegaan? Dus dat is dan een punt van aandacht voor ons. Dank u. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Meneer Broer, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wou me nog even graag, dan ben ik in de eerste termijn wou ik zeggen, ben ik het vergeten. Wat meneer Jutte zei, dat is heel terecht. We hadden dat ook staan. Inderdaad, was voor ons een beetje lastig om de verschillen eruit te halen. Dus als we dat, volgens mij heeft de heer Royakkers dat ook regelmatig hier al wel gezegd. Van als we zo'n groot lijvig stuk krijgen waar waarschijnlijk een aantal dingen in zijn aangepast, dan zouden wij heel graag die dingen geasseerd zien, zodat wij kunnen zien waar we eigenlijk een besluit over nemen. Want dat is op dit moment wel even lastig. Ik wil ook even een compliment geven, want ik vind over het algemeen dat we als gemeente Dalfsen op dit onderwerp erg goed presteren. Er staat onder andere in het stuk, bij nieuwe ontwikkelingen kiezen we zoveel mogelijk voor een duurzame inrichting met oppervlakkige afstroming en het gebruik van wadi's. Nou woon ik zelf in een wijk waar dit voor een groot deel is toegepast. Ik kan zeggen, het werkt echt fantastisch. Daarin loopt Dalfsen echt voorop. Complimenten, ga daarmee door. Even kijken. Nou ja, goed, de wethouder heeft geantwoord op de vraag over de ontstening. Ik denk dat riolering bij uitstek, zeker als je oud gaat vervangen, biedt een enorme kans als het gaat om burgerparticipatie en om dan ook gelijk iets aan die straat in zijn geheel te doen. Hè? Want je gooit een straat open. Over het algemeen kun je dan ook bepalen om daar dezelfde stenen of andere stenen in terug te leggen. Ik noem maar even een dwarsstraat. Maar dat wilden we nog even meegeven als aandachtspunt. En verder vinden wij het een prima stuk en akkoord. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Schrijver, D66. Dank u wel, voorzitter. Ik ben niet de heer Royakkers. Ik las het stuk voor het eerst, dus ik heb geen verschil met de vorige. Een zeer degelijk stuk, prima voor een belangrijke basisvoorziening. Dus ik sluit me bij alle vorige sprekers aan. Ik wil nog even reageren, voorzitter, als het kan. Dat mag. Ik refereerde ook niet aan u als meneer Royakkers, maar meneer Royakkers zit hier meestal naast mij. En die refereert bij een heel aantal stukken over het algemeen over van, hey, als er verschillen zijn, kunnen we dat even aangeven. Dus daar refereerde ik aan. Ik weet heel goed wie u bent. Waarvan akte? Dank u wel, meneer Broeren, meneer Schrijver. Meneer Warmelink. Dank u wel, voorzitter. Het opstellen van een GRP is een verplicht nummer vanuit de landelijke overheid. En het is goed om te lezen dat de tarieven gedurende de looptijd van dit GRP gelijk zullen blijven. We kunnen dus instemmen met het voorstel. Dank u wel. Dank u wel, meneer Warmelink, ook voor uw akkoord. En daarmee concludeer ik dat het gemeentelijk rioleringsplan, zoals het nu voorligt, akkoord is unaniem in deze raad. En ook zo mag doorgeleid worden naar de raadsvergadering. Er zijn nog wel een aantal aandachtspunten benoemd. Verstening, vrijkomende agrarische bebouwing en hemelwaterafvoer. Kijk, een degelijk stuk compliment heeft u gekregen, ook voor de uitvoering in de nieuwe gebieden zoals we die hebben. En de toezegging om in de toekomst wijzigingen op zo'n uitgebreide nota op een A4'tje even te motiveren. Dat werkt een stuk prettiger voor de raadsleden. Dank u wel. En daarmee heb ik punt 8, gemeentelijk rioleringsplan, afgerond. En dan bladeren we door naar punt 9. De procesevaluatie herontwikkelingscentrum Plan Leemle-Veld. Meneer Van Leeuwen is ook hier de portefeuillehouder. En dit is niet voorbereidend besluitvormend, maar informerend. Geef niet hoor. U wordt gevraagd om kennis te nemen van de procesevaluatie herontwikkelingscentrum Plan Leemle-Veld. Destijds is bij de vaststelling van de herontwikkeling van het centrumplan in februari 2015 door de raad. Meneer Van Leeuwen heeft toegezegd om 1 jaar na oplevering van deze herontwikkeling een evaluatie te zullen houden. En die zal gestart worden met een procesevaluatie. Behandeling in 1 ronde, daarmee wil ik u dus vragen om de vragen te stellen en uw opinie in 1 ronde te geven. Daar zal ik ook niet van afwijken. En meneer Van Leeuwen wordt gevraagd om de vragen dan kort te beantwoorden. Wie kan ik als eerste het woord geven?
Meneer Lochtenberg, CDA. Ja, dankjewel, voorzitter. Kennis nemen van de procesevaluatie. Mooi moment nu. Het is een lang traject geweest. En terugkijkend op het hele proces wil ik als allereerste even een aantal opgetreden problemen en leerpunten die komen voor ons naar voren, dus is melden. Als eerste hebben wij gezien dat er toch een wat onduidelijke scheiding geweest is van hoofddoelen, uitgaande van de initiatiefgroep, en randvoorwaarden, kijkend vanuit de overheden, verschillende overheden. Als tweede, dergelijk grote vormen van burgerparticipatie, die leveren een spanningsveld op van goedwillende amateurs, of tussen goedwillende amateurs en benodigde professionele opzet en organisatie. En als derde, het blijkt lastig voor werkgroepleden om alle belangen goed afgewogen in beeld te krijgen en te behartigen. Je kunt het nooit voor iedereen optimaal maken. De vierde, ook de inbreng vanuit de gemeente als projectleider is onderhevig aan capaciteiten, omgevingssensitiviteit en flexibiliteit van personen. Vervolgens door de lengte van het hele proces, het initiatief is al genomen in 2006 tot de uiteindelijke oplevering in 2017, kwamen nieuwe kansen in beeld met uitbreiding van het plangebied, met bijbehorende extra investeringen, maar ook met extra beperkende randvoorwaarden zoals de verplichte en beperkende opstelling van de parkeervakken. Vervolgens bleek het erg lastig om specifieke centrummensen als gezelligheid en veiligheid van voetganger en fietsen te combineren met kruisende verkeersroutes. Dit levert veel partijen met ogenschijnlijk tegengestelde belangen op. Wij constateerden ook dat uiteindelijk er toch wel een wat onvoldoende helder kader vooraf voor de raad was. Als je kijkt naar informatiemomenten rond cruciaal te nemen stappen. Een doorlopend helder inzicht in wat er al af was en welke stappen nog te nemen waren, ontbrak bij het doorsnee raadslid. Mede ten gevolge van de extra kansen rond de vernieuwing van het viaduct en de onvoorziene reparatie van het oude bruggedeelte liepen de kosten behoorlijk ver op boven de eerste begroting. En als laatste, de uitvoering door Valente Pekkeriet is positief ervaren. Een dergelijk groot project midden in de zomer geeft veel overlast, maar door de inzet van onder andere een omgevingsmanager en de buurtbutler konden de gebruikers van het plein hun weg en plaats redelijk vinden. Dan kijken naar het resultaat. Heeft dat hele proces nou geleid tot het gewenste eindresultaat? En dan benader ik het even vanuit het proces, niet vanuit de gebruikers. Want dat werkelijke oordeel wordt straks gegeven door de invullers van de nog te houden enquête onder gebruikers en vertegenwoordigers van belanghebbenden. Kijk het vanuit de doelstellingen en vanuit het proces kan er wel opgemerkt worden dat de verschillende stakeholders op verschillende momenten hun inbreng hebben kunnen leveren. Samen met hen is een duidelijke kwaliteitsslag gemaakt in de sfeer, met een sterk verbeterd winkelaanzicht, ruime wandelzorgen langs de winkels, een warme kleurstelling met onder andere de gekozen verharding en de bijpassende verlichting. De sfeer is beter dan het was en parkeren is geen probleem meer. Of de indeling volstaat om met de gewenste kleinere en grotere activiteiten veilig en gezellig te kunnen houden, zal nog moeten blijken. De interactie van de twee te onderscheiden projecten met daartussendoor een renovatie van Oude Brug heeft overal toch een mooi aangesloten resultaat opgeleverd. Gebruikerservaringen zullen hier en daar nog wel wat om verbeteringen vragen op detailniveau. Zo wordt het plein op minder drukke dagen als kaal ervaren. Het groen moet weliswaar nog groeien, maar wellicht dat met wat meer groen het massale weidse gevoel kan worden weggenomen en de gezelligheid kan worden verbeterd. Ten behoeve van de veiligheid van voetganger en fietser zijn voorzieningen aangebracht, maar voornamelijk ten gevolge van de complexheid van de verschillende verkeersstromen op het plein is het veiligheidsgevoel nog niet geweldig. Vooral het grote aantal punten waar snel verkeer het langzaam verkeer kruist zal aandacht blijven vragen. De gemeten te hoge snelheid van het snelverkeer bijvoorbeeld, die moet echt omlaag. En dan ja, de kosten. Die blijken enerzijds wel erg laag te zijn ingeschat. Dat er zich gaande het proces nieuwe kansen en uitdagingen voordoen is niet te voorspellen. Maar daar moet je dan wel wat mee. Met de ontvangen subsidies en met de extra door de raad ter beschikking gestelde middelen lijkt voldoende prudent te zijn omgegaan.
Dan in zijn algemeenheid kunnen we stellen dat onze indruk is dat de verschillende belangengroepen voldoende inbreng hebben gehad en dat aan de meeste belangen redelijk tot voldoende is tegemoetgekomen. Na een heel lange aanloopperiode heeft het lastige proces door de gedreven inzet van projectleiders en uitvoerders toch geleid tot een metamorfose van het Kroonplein waar Limmelenveld weer een flinke tijd mee vooruit kan. En is dan die opknapbeurt het besteden gemeenschapsgeld waard? Ja, er is wel heel veel gebeurd, maar het blijft veel geld. Het is aan de Limmelenvelders om daar de komende decennia maximaal van te profiteren en te bewijzen dat iedere cent goed besteed geweest is. Ons voorlopige oordeel, het kostte wat, maar we hebben ook wat nou. En namens de CDA wil ik iedereen bedanken die persoonlijk of namens zijn of haar achterban heeft bijgedragen aan dit resultaat. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Een heel betoog. Meneer Broer, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, dan ga ik het minstens zo lang maken. Nee hoor. Het proces heeft een lange periode gekend. In 2006 gestart en in 2017 uiteindelijk de opening. Dat heeft veel inspanning en geduld gevraagd van met name de werkgroep, waarvoor respect. Moeilijke opdracht gezien de infrastructuur in het dorp. Denk aan de N348 die dwars door het dorp loopt. Deze lange procesgang heeft ook als gevolg dat er gaandeweg nieuwe werkelijkheden en inzichten ontstonden. Denk aan de kanalenvisie, lof overigens daar ook weer voor de participatie van de inwoners, en ook de werkzaamheden aan de provinciale brug. Dat heeft het proces nog meer vertraagd, maar heeft anderzijds ook wat in kwalitatieve zin opgeleverd. Denk aan de kanaalzijde, de fietsstraat en nog een aantal andere elementen. Nou, het is net al genoemd, het extra benodigde krediet vanwege extra herstelwerkzaamheden in het kader van de overkluizing heeft ons destijds toch wat verrast. Blijft de vraag hoe het mogelijk is geweest dat dit niet in het vooronderzoek aan het licht is gekomen. De raad, en zo voelden wij dat wel, werd voor het blok gezet om extra budget te genereren en het was tekenen bij het kruisje. Daar voelen wij ons nog steeds wat ongemakkelijk bij. In het raadsvoorstel worden een aantal leerpunten benoemd, waaronder de communicatie. Wij willen daar graag de participatie van burgers heel nadrukkelijk in meenemen. Dat betekent dat de inwoners van Limmelenveld, die inhoudelijk al het een en ander hebben aangegeven, nauw betrokken moeten worden bij het verdere traject, dan wel, oftewel de evaluatie. Zo ligt er al een rapport van februari 2017 over de verkeerssituatie van de verkeerscoördinator, met zeer veel nuttige opmerkingen. Tijdens een bezoek, ik meen dat het oktober 2016 was, aan het Kroonplein hebben wij als Partij van de Arbeidsfractie met veel inwoners gesproken. De reacties waren heel positief als het gaat om bijvoorbeeld de ruime parkeermogelijkheden. Maar er waren ook wel heel veel opmerkingen in de zin van het is kaal, onoverzichtelijk, onveilig en we missen het groen. Nou moet groen groeien, dat ben ik helemaal met de vorige spreker eens. Ik denk toch dat daar nog steeds wel kansen liggen. En ik heb eigenlijk ook wel de overtuiging dat vanuit de bevolking daar nog de nodige opmerkingen over gemaakt zullen worden. Maar we zullen het zien. Met betrekking tot het belevingsonderzoek. In de notitie wordt bij veel onderdelen vermeld, wordt meegenomen in het belevingsonderzoek. En dat zorgt ervoor dat het maken van die enquête geen eenvoudige opdracht wordt. Wij hopen dat die enquête dan ook een goede vulling krijgt en op een goede manier wordt aangepakt. En daarbij staat kwaliteit voor ons voorop. Aangezien we nog een tweede deel krijgen eigenlijk hier in dit evaluatieproces, wilden wij het voor nu even hierbij houden. Dank u wel. Oh, wacht, sorry. Ik had ook nog een vraag. Ja, die had ik eigenlijk moeten verwerken natuurlijk. Maar de essentiële vraag is eigenlijk, want daar eindigde ik ook wel mee, is waarom is die keuze gemaakt om dit zo uit elkaar te halen? Hè? Dus de evaluatie, proces en beleving. Dat is eigenlijk onze belangrijkste vraag. Dank u wel. Dank u wel, meneer Broeren. Dat heeft u mooi meegenomen in één ronde. Dank u wel. Meneer Schrijver, D66. Ja, ik moet er even bij zeggen. Ik woon pal aan het Kroonplein, dus ik heb het van dag tot dag meegemaakt. En ik was ook wel gedwongen natuurlijk om bij te houden waar ik moest lopen om van huis af te kunnen. Dat proces is op een hele goede manier verlopen. Het omgevingsmanagement is uitstekend opgepakt. Het resultaat, inderdaad, het kost wat, maar dan heb je ook wat. Ik denk dat de Limmelenvelders over het algemeen die mening ook wel toegedaan zijn. Dat zal dan nog wel blijken uit de resterende evaluatie. Kijkend naar het proces, de verrassing dat er extra kosten nodig waren bij die overkluizing. Ja, dat is denk ik wel een goede beslissing geweest. Dus het ongemakkelijke gevoel van de raad zou ik eerlijk gezegd niet al te zwaar willen laten tellen. En ik denk dat het totale proces gewoon een compliment verdient qua
uiteindelijk resultaat. Dank u wel, meneer Schrijver. Meneer Warmelink, VVD. Dank u wel, voorzitter. Ik heb niet zo'n lang verhaal. Het is altijd goed om gedane werkzaamheden te evalueren en er vervolgens van te leren. Er valt altijd wat te leren. Het vergt ook een zekere moed, omdat zaken die niet goed zijn gegaan dan aan het licht komen. Dat is wel gebleken. De VVD die kan zich vinden in de bevindingen en wens het college veel succes met het nog uit te voeren belevingsonderzoek. Tot zover. Dank u wel, meneer Warmelink. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Ik wist niet dat het zo lang moest. Ik ben echt iets korter. Ja, zo gaat het natuurlijk wel lang duren. Gaandeweg werd er nogal eens wat gewijzigd en toegevoegd. Dat komt ook door de brede participatie. Nou, dat hebben we gezien, daar hebben we ook kennis van genomen. Het geheel is wel fors duurder geworden. We hebben daar ook de nodige kritiek op gehad. Het mag wat ons betreft ook nog wel wat groener. Ik snap ook dat, wat er is gezegd, dat groen dat groeit, maar er had wel meer groen ingekund. Het is hier nou wat versteend, lijkt wat versteend. Verder staan er hele mooie leerpunten in het verhaal en die zouden vaker meegenomen moeten worden. En we wachten het belevingsonderzoek af en we gaan dat nog beleven. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Ellenbroek. Ja, dank u, voorzitter. Op de eerste plaats danken wij u voor deze procesevaluatie. Een stuk waarin volgens ons op uitvoerige wijze wordt beschreven hoe een en ander in de afgelopen jaren is verlopen. We zien dat er bij dergelijke grote projecten dingen voor verbetering vatbaar zijn. De oplevering van het gehele project in gedeelte en het stilleggen van de werkzaamheden door diverse oorzaken zijn ook van invloed geweest. Maar we moeten ook constateren dat veel dingen wel goed gaan. Met name tijdens de werkzaamheden hebben de aannemers er in de gegeven omstandigheden alles aan gedaan om de inwoners van Lemmerveld zo min mogelijk overlast te bezorgen. Voorzitter, we verwachten veel van het nog te houden belevingsonderzoek. Wanneer kunnen we dit trouwens verwachten? Wij denken dat hier veel reacties op komen. Er zijn nog steeds veel inwoners die het plein onoverzichtelijk en niet veilig vinden. In de evaluatie komt dit ook al aan de orde. En de wens om een zebrapad tegenover de Meester Godestraat leeft volgens mij ook nog steeds. Verder denken wij dat er ook veel reacties komen op de aankleding van het plein. Want op tijdstippen dat er geen enkele auto geparkeerd staat, met name op de zondagmorgen dan, heeft het plein veel weg van de landingsbaan. Wij verwachten dan ook dat er vanuit Lemmerveld ideeën komen. Tot slot zijn wij verheugd over het feit dat groenteboer Antonissen toch tevreden is met de plek voor de standhouders. Soms kan een gewenning van een jaar toch goed zijn. Voorzitter, dank u. Dank u wel, meneer Ellenbroek. Dat laatste doet ons deugd. Meneer Van Leeuwen. Ja, dank u, voorzitter. Ik heb meteen al een suggestie voor als het dan zondags leeg staat, want dan hoeven die vliegtuigen niet door te vliegen naar Lelystad. Ja, dan hebben we misschien wel weer terecht, meneer Broeks. Meneer Broeren, dat is een terechte opmerking. CDA, meneer Lochtenberg, een mooi betoog, dank u. Ik wil ook toch, u heeft de aannemers, een aantal fracties hebben de aannemers geprezen. Ik denk volkomen terecht. Dat is iets wat we in de aanbesteding heel nadrukkelijk hebben laten meewegen. Hoe je dat omgevingsmanagement, hoe ze dat voor elkaar hadden. En terugkijkend kunnen we alleen maar zeggen dat ze dat perfect voor elkaar hebben gehad. Ik wil hier ook absoluut de naam noemen van de investeerder, Harry Indewal, die ook zijn verantwoordelijkheid heeft genomen en in het verticale deel, dus de winkels en de gevels, een opknapbeurt heeft gegeven. Dat samen maakte het plan. Dan laten we daar heel eerlijk over zijn, want je kan wel een plein neerleggen, maar als er aan die gevels niks gebeurt, dan zijn we nog niet nergens. Dus die wil ik hier expliciet noemen en hem ook hartelijk danken daarvoor. De kosten hoger dan aanvankelijk geraamd. Ja, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat we ook een veel grotere plein hebben gekregen dan aanvankelijk gedacht. Want aanvankelijk was het maar het was een opknapbeurt, maar niet veel meer dan dat. Waar ook nog materialen die hergebruikt zouden gaan worden. Die betonstenen die er vroeger lagen, die zouden nog een nieuw leven krijgen.
Ik denk dat we erin geslaagd zijn om daar wel wat moois van te maken. Dus uw conclusie kostte wat, maar we hebben ook wat, die deel ik. De Partij van de Arbeid van Betonrot niet eerder bij het vooronderzoek naar voren is gekomen. Ja, er wordt een onderzoek gedaan, er worden hier en daar worden monsters genomen, wordt gekeken. En ze zijn nou net niet op die plekken geweest en dat was heel jammer. Bovendien, en dat was nog erger, bij het slopen van de oude Ellebroeksbrug, we zaten aan weerskanten grote betonnen stutten. Die hebben ze ook voor het gemak maar laten zitten en een daarvan was helemaal weggezakt. En ik denk dat vroeger of later een vrachtwagen daar dwars er doorheen gegaan zou zijn. Dus we hebben daar gewoon wat tegenslag gehad, dat is nog een keer zo. De enquête, kan ik u zeggen, die wordt professioneel opgepakt. We hadden dat eerst met een hbo-instelling willen doen, maar het bureau INO Research gaat het voor ons uitvoeren. En ik doe mijn uiterste best om het nog in februari in de raad te krijgen, zodat u de evaluatie dan compleet heeft. De keuze om hem uit elkaar te trekken, die zit puur in het feit dat het proces en de beleving, dat zijn toch twee verschillende dingen. Het proces waarvan we nu achteraf zeggen, ooit in 2006, 2007 begonnen, zouden we nooit meer zo aangevlogen zijn. Dit zou meteen projectmanagement geworden zijn. En het is nu een, Betsy, mevrouw Ramerman zit te lachen. Het is inderdaad een aantal goedbedoelende amateurs met een goedbedoelende wethouder die uiteindelijk de zaken dan voor elkaar hebben gekregen. En professionals die ons ondersteund hebben. Maar het belevingsonderzoek is, denk ik, het wezenlijke onderdeel waar het om gaat. Van hoe wordt dat plein nu in de praktijk ervaren door mensen? Natuurlijk hebben wij ook berichten gekregen van een gevoel van onveiligheid en het is een kaal, leeg plein enzovoorts. Maar zoals de heer Ellebroek terecht opmerkt, een stukje gewenning kan ook tot andere inzichten leiden, zoals u net al zei. Dat zou hier ook het geval kunnen zijn. Ik denk dat we nu goede informatie krijgen waar we ook wat mee kunnen en waarmee ik met een nieuw voorstel in de raad kan komen, want daar zullen een aantal aanvullende maatregelen genomen moeten worden. ChristenUnie, leerpunten, ja, het allerbelangrijkste leerpunt heb ik al genoemd. Iets dergelijks zou je nu met projectmanagement oppakken en met een werkgroep die weliswaar erbij betrokken is, maar die een projectgroep adviseert en daarboven zit een stuurgroep die de besluiten neemt. En dit is echt een clubje, zoals ik het aantrof, van allemaal goedbedoelende mensen die een stinkende best hebben gedaan, waar we af en toe ook best een keertje ruzie hebben gehad, want ik was ook niet altijd even makkelijk, want dan moest er weer meer geld uitgegeven worden. Toen heb ik gewoon gezegd, nou, dat gebeurt niet. Ga maar verzinnen hoe je gaat bezuinigen. Nou, dat is even niet prettig, maar al met al vind ik, als ik nou terugkijk, dat we toch daar iets moois hebben neergelegd. Dat is wel mijn eindconclusie. Dat was het eigenlijk, voorzitter. Dank u wel, meneer Van Leeuwen. Naar aanleiding van de beantwoording. Ja, voorzitter, mag ik. En de reacties, meneer Broeren. Even reageren op de toezegging dat het belevingsonderzoek wordt opgepakt door INO Research. Daar zijn wij heel erg tevreden mee. Dus complimenten. Dank u wel. Complimenten vliegen over en weer. Wie nog meer naar aanleiding van de beantwoording? Nee. Nee hoor, maar de complimenten voor meneer Indewal zijn duidelijk uitgesproken. En ik wil ze nogmaals herhalen en benadrukken. En de leerpunten en verbeterpunten zijn benoemd. En er is er nog eentje in aangevuld. Waarbij we de participatie van de burgers hebben benoemd. En ook het procesmanagement zoals dat nu wordt beleefd. En toen is beleefd. Ik weet niet of ik dat goed zeg. In het leerproces tot nu toe. En we zien de resultaten van het belevingsonderzoek graag naar ons toe komen. En u heeft aangegeven dat we willen proberen in februari inderdaad te brengen, zodat ook deze raad daar nog de vruchten van mag plukken, zoals dat heet. En daarmee hebben we agenda punt 9, procesevaluatie herontwikkeling centrumplan Lemelenveld, voldoende besproken. En wil ik overgaan naar agenda punt 10. En dat is de sluiting.
Hartelijk dank voor uw inbreng. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid, ook op de tribune. En ik wens u een hele fijne avond toe. En ik sluit de vergadering om 22:14 uur.